Jawel, dames en heren. Goedemorgen, middag, avond, nacht. Ligt eraan wanneer je naar deze podcast luistert. Of natuurlijk kijkt via YouTube en Spotify onder andere. Voordat ik ga beginnen met deze bijzondere gast die tegenover mij zit, wil ik toch even een shout-out doen. Ja, ik begin er alweer aan, een shout-out. Jullie zien hier een hele mooie mok. Tenminste, als je via YouTube kijkt. En anders kan je even snel naar mijn Instagram, @leonkoning_. Daar zie je ook de mok. Die is bedrukt door Bedrukwold. En ik heb nog een kleine verrassing voor Burak van de Bedrukwold. Maar goed, dat komt allemaal straks. Ik wil in ieder geval Bedrukwold heel erg bedanken voor deze mokken. Wil je ook wat laten bedrukken? Kan een t-shirt, keukenschort, een mok of wat anders zijn. Een sleutelhanger kan ook. Dan kan je even naar @Bedrukwold gaan. Maar goed, dat was het even. Tegenover mij zit een jongen. Ja, ik zat hierheen te rijden. We zitten trouwens in Rotterdam, andere plek. Voor de mensen die via YouTube kijken, die zien dat. 1,5 uur rijden. Ja, ik zat te denken, oké, hoe ga ik mijn gast voorstellen? Dat denk ik de hele tijd. Maar ja, wat moet ik bij Burak zeggen? Hij heet in ieder geval Burak Kilic. We komen uit hetzelfde dorp, uit Vaassen, 0578. We zaten samen op middelbare school, examenjaar samen gedaan. We zaten hetzelfde voetbalteam. Uit Turkije komen we uit dezelfde stad. Neusheer 50. Maar misschien is het beter als je gewoon jezelf voorstelt wie je bent. Ja, zoals je al zei, Ibo, ik ben Burak Kilic. Ik ben 26 jaar. We hebben samen met de middelbare school hebben wij afgerond. Hele leuke tijden gehad ook. Ook samen met voetbal. Leuke herinneringen ook. Ja. In 2013 heb ik MBO niveau 4 internationale groothandel afgerond in Zwolle. Aan de Deltion College. En daarna, ik was echt eigenlijk in een zoektocht van wat wil ik nou precies doen met mijn opleiding, et cetera. En ik zag dat, internationale handel niet echt mijn ding was. En toen hoorde ik van de opleiding theologie, islamitische theologie in Turkije. Ja. Dus ik dacht, ja, dit is mijn kans. Want we waren ook altijd samen vroeger bij de moskee. Ja, waren man, actief, moskee-tijden. Ja, waar wij de muezzin gingen op, ja, tot het gebed. Ja, was mooi, man. Dus, als de imam er niet was, dan hadden wij zeg maar een klein groepje samen met Meulut, Ebzer, Hajab en mijn broer Esson en jullie. Zeker, waren wij zeg maar een roulatieschema om het vrijdaggebed en zo over te nemen. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Dus ben ik in 2013 verhuisd naar Turkije. Heb ik daar in Ankara. Heb ik daar 5 jaar gestudeerd. Waarvan 1 jaar Arabisch en 4 jaar gewoon de opleiding zelf. Theologie, zo over de islam. Ja, niet alleen islam. Het was wat ook vakken zoals filosofie, psychologie en dan sociologie, et cetera. Die vakken hebben we ook allemaal gevolgd. Dus niet echt alleen islamitische kennis, maar ook andere soort kennis eigenlijk. Mm-hmm. Maar met een tintje van islam natuurlijk. Eigenlijk nog wat meer gericht op de islam, zeg maar. Precies. Okay, ja, dan ben ik in 2018 afgestudeerd. Mm-hmm. Alhamdulillah. En heb ik nog een jaartje tussenuit, was ik nog in Turkije, want ik moest wachten totdat ik imam werd. Dus ik ging nog wachten tot de toetsen en zo gedaan moesten worden. Ja, en dan ben ik sinds september 2019, dus vorig jaar, ben ik hier in de Kocatepe Moskee in Rotterdam. Ben ik imam, man. Mashallah. Van samen voetballen naar imam. Mooie dingen, man. Ja. Ik heb bij mijn podcast allemaal berichten gehad van mensen die bepaalde onderwerpen wilden hebben. En onderwerp wat er ook wel vaak naar voren kwam was, dus de islam. Ja, gewoon überhaupt islam in het algemeen, maar ook een paar standaard gedachten zeg maar, over de islam. We hebben er samen een soort setupje gemaakt. Dus daar kunnen we het zo nog even over hebben. Ja. Maar misschien is het goed om even te beginnen met de basis. Mm-hmm. Wat is nou de islam, als we dat moeten uitleggen? Nou, de islam, dat is, is de religie. Dus, een van de sterkste punten in de islam is ook het geloven in de eenheid van God, van Allah. Mm-hmm. Dus God is één. Er zijn geen andere goden. Als we kijken naar de omgeving waarin de islam eigenlijk is gekomen. Hè, want de Koran is het heilige boek van de moslims. Ja. En die is geopenbaard aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem. In het jaar 571 werd hij geboren. Ja. En de omgeving waarin hij werd geboren en opgegroeid. Hè, als we kijken naar de omgeving, het gebied. Dus de Saudi-Arabië van vandaag, Jemen, Qatar, et cetera. Dan zien we dat daar een hele chaos was eigenlijk met geloofsovertuigingen. He, vooral de mensen in Mekka, die geloofden wel in een god. He, die geloofden dat er een god was die alles heeft geschapen, die doet regen, et cetera. Want als we kijken naar de Koran, dan zien we ook
dat er aan hen wordt gevraagd van, wanneer je hen zal vragen van wie heeft de wereld geschapen, wie heeft de hemel en de aarde gecreëerd, zullen zij zeggen Allah. Dus Allah is het eigenlijk het God in het Arabisch. Ja, dus voor de christelijke Arabieren. Als ik dus de Bijbel zou lezen in het Arabisch, ja, zou ook alles. Ja, want de christelijke Arabieren die gebruiken ook gewoon het woord Allah. Okay. Allah betekent eigenlijk de God. El-Ilah betekent de God. Okay. Ja, de God. Ja, ja. Dus de Arabieren, de christelijke Arabieren bijvoorbeeld, die gebruiken ook hetzelfde woord. Ja. Ja, dus er was echt een chaos. Ze geloofden in een God, maar ze beden ook andere goden aan. Ja, zoals Lat Uzza. Ze ging standbeelden aanbidden, want ze geloofden dat die standbeelden hen zullen helpen om dichter bij God te kunnen komen. Of ze vroegen om hulp aan deze goden. Ze vroegen, wanneer ze het lastig hadden, gingen ze naar deze goden om hen te aanbidden. Zelfs sommige huizen, in die huizen, bijna iedereen had dan misschien wel een kleine standbeeld in huis. Voordat hij op een lange reis ging, ging hij eerst zijn gebedje doen aan die, die standbeeld. Ja. En dan ging hij pas weg. Okay. Dus de profeet kwam echt in zo'n omgeving. Ja, dat is wel goed om te weten dan wat de situatie was toen en hoe de islam toen is geopenbaard. En wat voor een omgeving het is geopenbaard. Ja. Ja. Niet alleen dat, je had mensen die de zon aanbeden. Bijvoorbeeld in die tijd had je mensen die Abdul Shams heten. Mm-hmm. Abdul Shams betekent de dienaar van de zon. Ja. Mensen die de zon aanbidden, de maan, de sterren, et cetera. Dus echt een hele chaos aan ding. Ja, dus in 611, wanneer de profeet 40 jaar werd, werd de eerste verse geopenbaard. Vanuit de Koran, zeg maar. Vanuit de Koran. En dat was dan echt de eerste vers die werd geopenbaard. Was in Surat al-Alaq, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Wat betekent lees? Lees in de naam van God. Ja. Dus dat was de allereerste overlevering aan de profeet Mohammed. Ja. Ja, dus de eerste vijf versen van die hoofdstuk. Ja, en de profeet die weet niet wat er gebeurt, toch? Hij gaat naar huis, hij zegt tegen zijn vrouw, bedek mij. En hij vertelt wat er gebeurt aan zijn verhaal. Wat ook mooi is, heel erg mooi is aan de profeet, want zijn vrouw die gelooft meteen in hem. Zij is eigenlijk de eerste die moslim is geworden. Ja. Dus de eerste moslim is eigenlijk een vrouw ook. Ja, ja. Dus, maar wat mooi is, voordat de profeet Mohammed nog profeet werd, dus voordat ze 40 jaren, werd hij door de ongelovigen, dus voor de mensen die andere goden aanbieden, werd hij ook al bestempeld als Mohammed el-Amin. Wat betekent Mohammed de betrouwbare? Ja, Amin, het woord Amin betekent betrouwbaar. Dus om de islam te kunnen verspreiden, moet je eerst el-Amin zijn. Moet je eerst betrouwbaar zijn. Je moet, wat je zegt moet gewoon kloppen. Ja, moet precies. Dus hij was echt, subhanallah, het voorbeeld van hoe je als betrouwbaar moet zijn. Precies. Want er waren ook, ik heb, ja, jullie horen het als het goed is, luisteraars in de achtergrond. Er wordt in de moskee ook een beetje verbouwd, dus dat horen jullie ook. Wat ik even wou zeggen, we hebben dezelfde moskee, we zijn samen naar de islamitische, in het weekenden zeg maar, de scholen islamles, koranles gehad. Maar ik zit hier een beetje met een dubbele pet. Enerzijds kan ik inhoudelijk meepraten, maar anderzijds ga ik ook proberen een beetje terug te stappen en me verplaatsen in de luisteraars of de kijkers. Van wat voor ons heel normaal is, is misschien voor hun niet. Dus ik ga proberen om dan ook vragen te stellen die ik eigenlijk misschien al weet. Mm-hmm. Maar om het duidelijker te maken naar de luisteraars, ga ik dubbele dingen doen. Ja. Dus dat was ook een beetje lastig voor mij. Maar wat ik wou zeggen, er waren ook voorbeelden van de mushrikun, noemen ze dat, zeg maar. De mensen die meerdere goden aanbidden, de mushrik. Als zij op reis gingen, dan gingen ze als eerst naar profeet Mohammed, vrede zijn met hem, om hun kostbare dingen bij hem even achterlaten. Dat ze wisten van, oké, als ik bij hem iets geef, dan als ik terugkom, krijg ik sowieso terug. Ja, ja, ja. Zo'n persoon qua betrouwbaarheid, dat voor persoon was het. Zeg maar dit was niet, dit was zelfs nadat hij profeet was geworden. Ook nog steeds. Ja, dus ook wanneer ze zelf zijn vijanden waren. Dus de vijanden, die gaven hun spullen aan de profeet. Ze vertrouwden toe aan hem, want ze weten, als ik mijn spullen aan hem toevertrouw, dan gaat er niks gebeuren met mijn spullen. Ja. Dus zelfs wanneer die vijand was, hè, van vanochtend. Moet je nagaan dat je bij je vijanden zoveel vertrouwt. Ja, dus. Ja, man. Maar dat is dus zeg maar hoe de islam is begonnen. Zeg maar. Ja. En dan 3 jaar lang heeft de profeet een beetje stiekem, heeft hij de islam een beetje geopenbaard aan de mensen, zeg maar. En dan je hebt eigenlijk twee tijdperken. Mm-hmm. Je hebt de Mekka, dus de profeet was dan 13 jaar in Mekka. Mm-hmm. En nadat ze echt onderdrukt werden door de ongelovigen, dus er werd niet meer gehandeld met de moslims, ze werden zeer erg onderdrukt, ze werden vermoord soms ook, en was het tijd om te emigreren, we noemen het de hijra. Dat is echt eigenlijk dat je van een plek naar een andere plek emigreert in de naam van Allah, in de naam van God, dat je het voor God doet.
Dus na 13 jaar Mekka was het tijd om naar Medina te emigreren. En dan destijds was het Yathrib genoemd. Ja, dus daarna heb je nog 10 jaar in Medina. Mm-hmm. En in een 63-jarige leeftijd is de profeet komen te overlijden. Ja. Dus je hebt twee tijdperken. Dus je hebt eerst Mekka en dan Medina. Ja, 13 jaar Mekka, 10 jaar Medina, precies. En als wij de islam zouden moeten uitleggen aan de mensen die het niet weten of die het kennen van via, zeg maar. Hoe zouden we dat moeten uitleggen? Zeg maar? Ja, als je de islam moet uitleggen, ik denk het woord islam. Islam is eigenlijk overgave. Overgave aan God. Teslim, Teslim. In Turk heb je ook teslim om, islam. Ja. Dat je echt volop overgeeft aan God. Het woord islam betekent ook overgave in het Arabisch. Ja. En als we kijken ook naar... je hebt de basisprincipe, je hebt de 5 zuilen van de islam. Ja. En de 6 zuilen van de geloofsovertuiging eigenlijk. Als we daarover moeten hebben, de eerste zuil van de islam, dat is misschien wel de belangrijkste. Wanneer iemand moslim wordt, dan wat doet hij dan? De geloofsgetuigenis. Ja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wat betekent? Ik getuig dat er geen god is dan Allah. Ja. En ik getuig dat de profeet Mohammed zijn dienaar en zijn profeet is. Ja. Als je dat zegt, dat is zeg maar stap 1. Ja. Maar het moet echt vanuit het hart en met de mond gedaan worden. Ja. Dus je moet echt geloven. Je moet het ook geloven. Iemand die het uitspreekt, maar niet gelooft, dan wordt munafiq genoemd. Ja. Ja. Dus dit is de eerste. En de tweede, direct daarna, is het gebed. Iedere moslim hoort 5 keer per dag te bidden. Of we dat doen, is de vraag. Ja. Als moslim zijnde. Dus 5 keer per dag bidden. Voordat de zon opgaat. Ja. Dan heb je in de middag, namiddag, avond, wanneer de zon ondergaat en in de nacht. Ik kom hier straks nog op terug, want aan het eind doen we een vragenronde. Aha. Dus voor de luisteraars ook, we gaan zo bepaalde onderwerpen af. Aan het eind is een van de vragen waarom bidden moslims 5 keer per dag, maar dat komt dus dat komt straks. Mm-hmm. En dan heb je, dus we hebben de geloofsbetuigenis gehad, het bidden 5 keer per dag. En dan heb je de Ramadan. Ik denk wat bijna iedereen in Nederland wel eens heeft gehoord over de maand Ramadan, misschien ook wel meegedaan. Je hebt ook Nederlands natuurlijk een hele maand meedoen. Ja. Ja, ik heb stagiaires, vrijwilligers, klasgenoten, vrienden gehad die een dagje of twee dagen gingen meedoen. Mooi. En ik heb zelfs een aantal dingen gevlogd, dus kijk ook even op Don Bosco Studio op YouTube. De vlog met Paul, die een dagje mee vast. Ja, ik denk dat heel veel Nederlands dat wel kennen, het vaste. Dus van zonsopgang tot zonsondergang. Ja. Niet eten, niet drinken, geen geslachtsgemeenschap, geen rare dingen, gewoon... Ja. Geen rare geen rare dingen. Vooral dat stukje is belangrijk. Met rare dingen. Dat is dan echt... de essentie van de Ramadan is niet alleen niet eten, niet drinken. De essentie van Ramadan is eigenlijk dat je jezelf verbetert. Dat je gewoon eigenlijk de maand Ramadan ingaat. En als je een maand later eruit gaat, dat je als persoon in level bent gestegen. Precies, zeg maar. Precies. Dus daar gaat het om. Van Super Saiyan 1 naar Super Saiyan 2. Ik snap je. Super Saiyan 2 moet je unlocken. Ja, maar dat is voor de mensen die Dragon Ball Z kennen en zo naar jullie. Of gewoon Pokémon evolueren. Mensen kennen ook wel Pokémon. Dat is eigenlijk wat er hoort. En het is geen dieet. Sommige mensen gebruiken als dieet. Nee. Echt, dan denk ik van... Dan mis je echt de essentie van aanbidding. Ja, Ramadan, het gaat om het aanbidden. Het is een aanbidding, het is een aanbidding. Oké, dat is dan de derde. Ja, en dan heb je de zakat, de almoesbelasting. Ja. Dus eigenlijk iedere moslim die een bepaalde bedrag heeft, wordt rond 80 gram, 82 gram goud bezit. Mm-hmm. Dus het hoeft niet goud te zijn, maar ik bedoel, rond 4000 euro is dat. Ja. Laten we zeggen, je hebt 4000 euro op je bank zitten. En als er 1 jaar over de 4000 euro is gegaan en je hebt nog steeds die 4000 euro of meer, dan hoor je 2,5% van het bedrag dat je bezit, hoor je het geven aan de armen. Ja. Dus die 2,5%, dat is niet jouw recht. Dat is het recht van de armen. Dat is het recht van de armen. Dus hoor je aan hen te geven. En die armen, dat mag als ik een arme broertje heb of zo, of een arme vader, arme moeder? Zover ik weet, vader kan niet, broertje kan wel. Ja. Mijn vader... Of de zoons kunnen niet. Ja. Furu en Nusul is dat. Maar voor de rest, familie, broertje en zo, kan wel zover ik het weet. Oké, dus dat is de aalmoes. Ja. Want dat is ook een ding wat volgens mij niet de niet-moslims, zeg maar, ook niet meteen weten. Mm-hmm. Dat we dus jaarlijks aalmoes moeten betalen. Ja. Arme belasting. Arme belasting, benoemen. Aha. Om gewoon de wereld gewoon een stukje mooier te maken voor de arme mensen, denk ik. Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Want het is ook, zoals ik al zei, die 2,5%, dat is de recht van de armen en niet jouw recht. En als jij het recht van de armen gaat gebruiken, dan heb je eigenlijk onrecht aangedaan tegen de arme persoon. Ja. En dat zal in het hiernamaals dat er zeker gevraagd wordt van. Ja, wat heb je met die 2,5% gedaan? Ja. Ja. Oké. Okay. Minimaal 2,5%. Minimaal, dus kan ook minimaal. Ja, minimaal 2,5%. En dan heb je, de laatste is de bedevaart naar Mekka, de hajj. Mm-hmm.
Dat is dan, ieder persoon hoort één keer in zijn leven naar Hajj, de grote bedevaart. Ja, en voor de mensen die de Hajj niet kennen, jullie hebben vast wel filmpjes op Insta of dingen gezien dat mensen rondjes lopen om een zwart Kaaba, gebouw. Kaaba, dat betekent letterlijk kubus eigenlijk. Kaaba betekent kubus, ja. Het is een kubus gebouw. Het is gebouwd door de profeet Abraham met zijn zoon. Oké, en als je die vijf dingen hebt gedaan of daaraan houdt of doet, dan ben je de facto gewoon moslim. Kijk, daar zijn ook verschillende meningen over. Ja, de ene zegt, naast het, de eerste is getuigenis, dat je getuigenis geen moslim is, de imaan. De ene zegt, daarnaast moet je ook al deze vier andere verplichtingen moet je gewoon doen. Ja. En als je dat niet doet, dan is de vraag of je moslim bent. Ja. Maar de andere deel zegt, nee, als je zegt dat je moslim bent en met je hart ook gelooft dat je moslim bent, dan ben je moslim. Dat is al genoemd. Of de vraag is of je dan, wat voor level, ben je Super Saiyan 3? Precies. Dus dat een beetje. Maar je bent wel natuurlijk verantwoordelijk om die gebeden te verrichten. Ja. De gebeden om de zakat te geven. Ja. En de zakat is natuurlijk, als je het bedrag niet hebt, hoef je niet te geven. Ja. Met de vaste, als je ziek bent of als je op reis bent, hoef je het ook niet te doen. Ja, bijvoorbeeld mensen die ziek zijn en een ongeneesbare ziekte hebben, die horen dan voor elke dag dat ze niet kunnen vasten in de maand Ramadan, dus in die 30 dagen, horen ze voor elke dag een bedrag van 10 euro ongeveer te geven aan armen. Aan armen. Ja. Oh, zodat ze in de ochtend en in de avond moeten ze eigenlijk geld geven, zodat de armen kunnen eten. Dus je koopt het soort van af. Ja, precies. Het vasten, omdat je zelf gewoon fysiek niet aan kan. Ja. Precies. Ja. En dan had je ook natuurlijk, als je geen geld hebt, is het duur. Ja, vandaag is het best wel duur. Minimaal 3.000-4.000 euro. Ja, ja. En of als je gezondheid niet in staat is, hoef je ook niet te gaan. Ja, oké. Dus krijg je vrijstelling, zeg maar. Ja, precies. Ja. Oké. Ja, dus dat vijf zuilen dan, man. En dan heb je eigenlijk de zes zuilen van de imaan, van de religieuze overtuiging. De eerste, geloof in de God. Ja. In de eenheid van God. Heel belangrijk. Ja. Dus dat je gelooft dat er één God is en niet daarnaast nog wat ze toen de tijd in 570 circa hadden met die stand. Ja, niet alleen dat, maar ook vooral de islam is echt, ook de Koran is heel hard tegen bijvoorbeeld de christenen, die geloven in de drie eenheid. Ja. God, de Heilige Geest en Jezus. En ook in de Koran zien we dat hier echt heel hard tegen wordt afgeworpen, zeg maar. Klopt niet, zeg maar, in de islam. Want dat is misschien dan even een zijspoortje. Is dat ook de reden dat de islam is gekomen? Want eigenlijk is het christendom, toen het werd geopenbaard, was het, want ze geloofden in dezelfde God. Klopt, want kijk, als we kijken, want een moslim, waar ik zo op zou gaan komen, hoort ook het geloof in de boeken van God. Ja. Dus in de Torah, in de Bijbel. Dat is de tweede van die zes zuilen, de tweede principe. Ja, of engelen en dan boeken. Ja, dus ieder moslim hoort ook te geloven in de Bijbel, in de Torah, in de psalmen, maar dan in zuivere vormen. Ja. Ik geloof vandaag de dag zijn die echt gewoon veranderd. Ook als je kijkt, je hebt concil in Iznik, in voormalig Turkije, kwamen dan de christelijke geleerden kwamen dan bij elkaar. Mm-hmm. Pas, ik weet niet hoeveel, 100 jaar later na de dood van Jezus, beslissen zij dat Jezus de Zoon van God is. Pas. Na de dood van Jezus. En zeggen ze, oké, als Jezus de Zoon van God is, of zelfs God is, wat gebeurt dan met de moeder? Zeggen ze, dan is, zij ook dan is de heilige. Moeder ook een heilige, is ook een God. Dus Maria alayhi salam, zeggen zij dan dat het de moeder van God is, oftewel vrouwelijke God is. Ja. Dus de islam is hier gewoon echt heel erg hard tegen. Ja, klopt. Dat zijn eigenlijk het grootste verschil, denk ik. Met, misschien wel de grootste verschil, Als ik er ook zelf bij nadenk, dan denk ik, kan een God zijn wanneer hij behoeftes heeft? Want Jezus was een mens, hij moest slapen, hij moest naar de wc, hij moest eten, het zijn allemaal behoeftes. En dan denk ik van, maar kan een God wel een behoefte hebben? Iemand die een behoefte heeft, is dat wel God? Kan dat wel God zijn? Ja, die is afhankelijk van andere dingen. Hoe kan een God afhankelijk zijn? Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. Je? Ja, dus, oké. En dan hadden we, dat was de eerste, zeg maar, het geloof in de eenheid van God. En dan heb je geloof in de engelen van God. Gabriel, het christen hebben Gabriel, Michael, et cetera. Ja. Zijn ook engelen waarin wij geloven. Ja. Dus engelen van God, meerdere engelen. Hè? Jebrail, Azrael, Michael. Ja. Zoals in het islam, in het Arabisch wordt benoemd. Mm-hmm. Oké. Okay. Dan heb je geloof in de boeken waar ik net over had. In de Torah, Bijbel, Psalmen, de Koran. De Koran is het laatste geopenbaard boek trouwens. En in de Koran zegt ook Allah dat hij tot de Yom al-Qiyam, tot de dag des oordeels, het zal gaan beschermen tegen enige vorm van verandering. Dat het niet veranderd zal worden door de mensen. Ja, want dat is wel een... ik ga hier wel even op in. Dan gaan we straks weer verder met de rest van de
van de punten. Mm-hmm. Want dat is denk ik wel de grootste... Als ik in gesprek ga met mijn collega, vrienden, klasgenoten, maakt niet uit. Dan is het wel van, ja, de Koran is nog steeds dezelfde als toen. Ja. Waarom wordt het niet veranderd met de tijd mee? Want sommige dingen die in de Koran staan, dat is nu toch niet meer van toepassing. Nee. Die vraag krijg ik heel vaak. Nee, of niet van toepassing, daar ben ik het niet mee eens. Want de Koran, we geloven dat de Koran universeel is. Mm-hmm. Ja, de Koran, die kan je gewoon met de tijd van vandaag, kan je dat gewoon meenemen. Dus ja. Geen enkel probleem mee. Dus ja, als je het gaat veranderen, bijvoorbeeld wat de christenen dan hebben gedaan, mm-hmm. of het andere, dan betekent dat jij het woord van God gaat veranderen. Ja. En wie ben je dan nog zeggen, kan je dan nog steeds zeggen dat het de woord van God is? Snap je? Ja. In de Bijbel heb je brieven van Paulus. Mm-hmm. Het zijn brieven die zijn geschreven door een mens. Je hebt mensen, ik heb het gewoon zelf gehoord, ja, ja. Die zeggen, de brieven van Paulus, die staan in de Bijbel. Je hebt mensen die zeggen, het is de woord van God. Door een mens geschreven. Ja, maar je hebt ook mensen die zeggen, nee, het is niet de woord van God. Dus komen dus verschillen binnen de christendom, ja. 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 Heb je ook verschillen. En om dat te voorkomen, ja, om dat te wordt voorkomen, er gewoon überhaupt niet veranderd. Nee, zeker niet, man. Nee. Nee. Dan weet je ook niet meer, gewoon... Elke letter in de Koran is gewoon is de woord van God. Is gewoon hetzelfde gebleven. Ja. Ja. Dus als ik toevallig een Koran vind uit, weet ik veel, 630. Mm-hmm. En ik vergelijk die met de Koran die hier in de kasten ligt. Ja, dan is het letter voor letter hetzelfde. Ja, man. Ja, alleen toen werd natuurlijk het Arabisch werd niet met dingen geschreven. Met van die streepjes. Ja, precies. Ja. Dat was later pas dat wij toegepast voor de mensen om het gemakkelijk grammaticaal te maken. Grammaticaal gezien is het wel wat. Ja. Maar qua betekenis nee, niet. Nee. Okay. Okay. En dan hadden we nog andere punten. Dus we hebben de boeken gehad. Ja, de boeken. En dan hebben we engelen, boeken... Profeten, mm-hmm. Ook heel belangrijk. We geloven ook in Jezus mm-hmm. als profeet. Niet als zoon van God, maar als profeet. Mozes, ook als profeet. Noah, et cetera. Dus al die profeten die je in het christendom, in de Bijbel tegenkomt, ook heel veel. Ook in de Jodendom? Ja, ook. Want het is eigenlijk Jodendom, Christendom, Islam. Ik zie het meer als een nieuwe update, zeg maar. Ja. De islam is een nieuwe update van de christendom, omdat het is veranderd. Veranderd. Maar ook de laatste update. Dus de Koran is de laatste update eigenlijk. Ja, ja. Zo zou het eigenlijk moeten zien. Ja, om het makkelijker te begrijpen, zeg maar. Want de bron is hetzelfde. Bron van de Torah, bron van de Koran, bron van de Bijbel is hetzelfde. Het is allemaal dezelfde van God. Ja. Ja, snap je? Ja, ja. Oké, wil je nog chai trouwens? Ja, man. Ja, toch? Ja, voor de mensen die via Spotify aan het kijken zijn, of luisteren zijn, ik heb natuurlijk gewoon weer Turkse thee mee. Dus wij drinken lekker van onze thee. En ik heb hier een mooie mok van Aslan Talks. Bedankt, Ed Bedruk World, voor de mooie mok. Anyways, hebben we dan alle... Nee, we hebben geloven in het lot. In het lot, ja. Dus, lot is ook... Een lastig onderwerp, voor sommigen ook. Ja, het is ook een van de vragen die is gesteld. Daar komen we ook aan het eind op terug. Dus de vrije keuze, zeg maar. Dat heeft wel een beetje mee te maken, zeg maar. Ja, zeker. Maar wat bedoelen we met geloof in het lot? Ja, lot van dat het voorbestemd. Hè? Je hebt bepaalde dingen die je meemaakt, zijn gewoon voorbestemd. Bijvoorbeeld dat wij hier zijn, vandaag hier zitten, is gewoon voorbestemd. Dat is gewoon voorgeschreven. Het is niet toeval dat we hier zitten. Nee, het is geen toeval dat we hier zitten, precies. Ja. Dus je hoort ook iedere moslim te geloven. En de laatste is geloof in resurrection, of hoe noem je dat? Wederopstanding na de dood, bijvoorbeeld. Ja. Ja. So, je spreekt Engels, man. Resurrection en zo. Mr. Worldwide. Dus ik kwam even niet op Nederlands. Nee, dus wederopstanding na de dood. Ja. Dat ook dat er een hel is, dat een paradijs precies, is. Dat we hier als we hier een graf ingaan, dan is het niet zwart. Dan daarna komt er wat terug. Nee. Ook een van de dingen wat mij echt aanspreekt, is wederopstanding na de dood. Hè? Want alles wat in deze wereld gebeurt, kan niet in deze wereld blijven, man. Ik geloof daar niet in. Ja. He? Je ziet bijvoorbeeld in Jemen worden zoveel mensen vermoord. In Syrië worden zoveel onschuldige mensen vermoord. In Bangladesh, in Myanmar, overal in de wereld worden mensen, onschuldige mensen worden vermoord door de onderdrukkers. Mm-hmm. En geloof niet dat in deze wereld zal gaan blijven, man. Ja, daar wil ik gewoon ook niet in geloven. Ja, weet je? Precies. Ja. En geloof dat God is rechtvaardig, al-adl, weet je. Hij is rechtvaardig en alles zal in de andere wereld, in grote... Mag ik hem eigenlijk, hoe noem je dat? Rechtszaal. Ja, rechtszaal. Rechtszaal, zeg maar. Om te vergelijken. Door alles recht gezet worden door zichzelf. Ja. Dus iedereen zal zijn recht toekrijgen. Precies. Ja. Oké, zijn er nog andere dingen over dit onderwerp? Waarom we
geloof in islam. Ja, dat man. Dus eigenlijk echt de basisprincipes van de islam. De vijf zuilen van de geloof van de islam. En zes van de religieuze geloofsovertuiging. Oké. En stel dat ik wat meer wil te weten komen over de islam. Wat is een goede bron? Ja, geen internet. Geen Wikipedia, vooral, geen Google. Ja, nee, maar vooral niet media ook. Want media is gevaarlijk. Want ik denk ook dat helaas uit vandaag de media zet de islam echt in een zwarte dag. Ja, in een nare positie, een slechte positie. Ja. Dat doen ze ook expres. Wanneer bijvoorbeeld een persoon wat heeft gedaan, vooral als het islamitisch is, zet ze meestal ook die islamitische stempel, die zetten ze ook bij van, het is oké, het is islamitisch. Helaas. Ja. Echt vooral man, ik zou zeggen, ga naar een imam, stap door naar een imam, vraag aan een imam. Ja. Nee, die ga niet op internet rondzetten. Ja, vraag gewoon aan een persoon. Ik denk ook dat gewoon echt als je het gesprek aangaat. Ja, en ik denk dat bij sommigen de drempel wel een beetje hoog ligt om naar de moskee te stappen en daar iemand te gaan vragen. Dat kan ik me wel voorstellen. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dat is wel zo. Ik ga ook niet zomaar... kijk, ik wil bijvoorbeeld ook voor mijn podcast andere geloven gaan behandelen. Maar ik zie mezelf ook niet zomaar een synagoge of een kerk instappen. Nee, begrijp ik. Er is inderdaad wel een drempel, maar om die drempel te verlagen... elke moskee heeft, nu met corona natuurlijk niet, maar normaal hebben ze een open dag. Wij noemen dat een Turkse kermis. Weet je, een open dag waarin je ten eerste, wat heel veel mensen vast wel weten, allemaal Turkse lekkernijen kunt krijgen daar. Krijgen, kopen. Maar je krijgt dan ook gewoon weer een rondleiding, zeg maar. Je hebt ook rondleidingen en daar hebben wij door nog aan meegedaan, weet je. Ja. En daar kan je dus ook die vraag stellen. Dus stel dat je zoiets van, ik wil eigenlijk wel een moskee van binnen zien of zo. En je vindt, je mag eigenlijk in principe gewoon elke dag naar binnen lopen. Ja. En er is altijd iemand die jou van harte in ontvangst neemt. Maar ik kan me voorstellen dat de drempel dan hoog is. Om die drempel te verlagen, kijk even naar een open dag. Meestal is dat rond april, mei. Ja, verschilt. We hebben hier in deze moskee bij twee keer. In de winter rond december. Ja. En eentje rond april. Een april, algemeen in moskee rond april. Mei, als het mooi weer is, stap erop af, pak een rondleiding. Dan is ook het moment om gewoon eigenlijk er naartoe te gaan. Ja. Het is nu half twee. Mm-hmm. Om 2:15 moeten wij even een pauze nemen, want je bent imam. Er moet gebeden worden, dus we gaan straks het gebed leiden. Verrichten. We kunnen alvast wel beginnen en dan hoop ik dat we een van de drie onderwerpen kunnen behandelen. Ik heb ook even op Instagram gevraagd en op YouTube of op Facebook aan de mensen gevraagd van oké, wat zijn bepaalde gedachtes die je hebt over de islam of vragen die je hebt? Misschien zijn het vooroordelen, misschien kloppen de gedachtes, misschien kloppen de gedachtes niet. En ik heb daar dus een paar dingen voor uitgezet en ik heb wat reacties ontvangen. Eén daarvan, wat best wel vaak naar voren kwam, is worden vrouwen onderdrukt in de islam? Tenminste, de stelling is vrouwenonderdrukking in de islam. Ja, nee. Ja, ik denk wel dat vele mensen het zicht hebben van vrouwen, hijab, bedekt, onderdrukking. Hijab is onderdrukking, Dan wil ik voor deze vraag wil ik toch wel even eerst terug naar de tijd van de profeet waarin hij werd geboren. De omgeving, wat er werd gedaan met vrouwen. Ja. Bijvoorbeeld iemand die een dochter kreeg. Ook vers in de Koran waarin dat wordt verteld, dan zag je aan hun gezicht van het werd gewoon dat ze helemaal niet blij werden. Dus dat ze een dochter kregen. Voordat de islam kwam. Dit wordt ook wel de jahiliya door hem genoemd, oftewel de onwetendheid. Ja, onwetendheid. Ja. Het tijdperk van onwetendheid, voordat de islam nog kwam. Ja. Dus mensen die schaamden zich gewoon om een dochter te krijgen, een meisje te krijgen. Ja. Het bleef niet alleen bij dat. Wat ze ook nog deden, je had als mensen die hun dochter levend gingen begraven. Levend begraven, spannend. Kijk, het is echt erg. Dus omdat ze een dochter hebben in die tijdperk en ze wil dat niet, ze schaamde er zo erg voor, gaan ze hun pasgeboren dochter levend begraven. Ja, omdat ze het niet met die schaamte om willen gaan. Om niet dat is leven, zeg maar. Dus dat is het dan, het tijdperk waarin de islam kwam, zeg precies, maar. Precies, toen dat normaal was. Ja, precies. Dus in zo'n tijdperk kwam de islam dus. Maar ook de vrouwen hadden helemaal geen recht. Ja. Werden gebruikt als slavinnen, werden verkocht op de markt. Op de markt. Dus echt helemaal geen recht. En met de komst van de islam, de profeet die ging gewoon met zijn dochter. Hij legde haar op zijn schouders, ging gewoon in de stad, ging gewoon rondlopen. Heel trots. Ja. Ja. Want God maakt geen onderscheid of je een jongen bent of een meisje bent. Ja. Bijvoorbeeld,
de belangrijke essentie, bijvoorbeeld in een overlevering van de profeet Mohammed, zegt hij, een Arabier is niet hoger dan een niet-Arabier. Of Ajimi wordt het genoemd, dan, dus een niet-Arabier, zeg maar. Ja, ja. Een zwarte heeft of een blanke is ook niet hoger dan een zwarte. Een zwarte is ook niet hoger dan een blanke. Degene die bij jullie het hoog zijn bij Allah, zijn degene die God het meest vrezen. Ja, die dus, het God het meest aanbidden. Zeg maar. Jouw ja. status bij God is bij hoeveel godsvrees je hebt. Ja. Dus niet of je jongen of man of een vrouw bent. Of niet of je sterk bent, rijk nee. bent, arm bent. Nee, zeker niet, man. Het heeft alles met godsvrees te maken. Ja. Als je godsvrees hebt, dan zal je hoog zijn bij God. Ja. En niet of je man bent of vrouw bent. Dus ja. God maakt daar zeker geen ja. onderscheid tussen. Ja. Als we komen naar de hijab, zeg maar, de onderdrukking van de vrouw door met de hoofddoek. Ik denk niet dat het een onderdrukking is. Want ik denk dat het juist iets een teken is van, hoe noem je dat? Je geeft een waarde aan de vrouw. Ja. Hè, een waarde. Want waarom? Als we kijken naar de creatie, hè, de vrouw is nou eenmaal mooier gecreëerd dan de man. Qua, het is zo, broer. Ja, het is zo. Ja. Niemand die kan dat ontkennen. Ja. Ook al zeg je wel, nee, het is niet zo. Maar dus die mooiheid, de vrouw hoort die mooiheid te beschermen. Ja. Die hoor je niet aan iedereen te gaan tonen. Bijvoorbeeld als jij iets waardevols hebt, hè, ga je dat aan iedereen laten zien? Maar iets echt waardevols, dan wat ga je doen? Je gaat het beschermen, je gaat het in een kluis zetten of je gaat het... beschermen. Ja, precies. Ja. Dus ook de vrouw, God heeft de vrouw gecreëerd. Hij zegt ook tegen de vrouw van, kijk, bescherm je mooiheid. Ja. En dit wordt dan gedaan binnen de islamitische context met de hijab, zeg maar. Ja. Maar het is niet alleen voor moslims. Hè? Het is ook voor als we kijken naar de christelijke, naar de joodse tradities. Zien we ook dat zij, eigenlijk een hoofddoek hebben. Als we kijken naar de nonnen bijvoorbeeld, die hebben ook de bedekking. Ja. Als we kijken naar bijvoorbeeld naar foto's van Jezus en Maria, et cetera. Ja. Maryam alayhi salam is een hele belangrijke figuur, ook in de islam. Ja. Ook dan zien wij dat zij ook altijd bedekt is op die foto's. Dus het is niet alleen islamitisch. Ja, maar toch zijn er mensen die dan zeggen van ja, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld Iran of Irak, Midden-Oosten, zeg maar, een beetje in die landen, dan vrouwen die hun hoofddoek af willen doen, zeg maar, die krijgen daar de ruimte niet voor of die worden dan onderdrukt. Of vrouwen die dan roepen van ik wil eigenlijk mijn hijab afdoen. Ja. Hoe zit dat dan? Hoe zeg je dat? Wat heeft dat met de islam te maken? Dat je vrouwen verplicht om toch een hoofddoek te dragen? Want het is, kijk, de Koran heeft bepaalde verplichtingen en heeft bepaalde dingen die zijn verboden. Ja. Als moslim zijnde, hoor je wel te houden aan de regels. Ja. Want wanneer je moslim bent, dan geloof je met alle... Met alles in je. Ja, alles geloof je erin, zeg maar. Dan moet je ook alles gaan accepteren. Ja. He, dus je accepteert dat een vrouw zich dan moet bedekken, et cetera. Of je accepteert dat je 5 keer per dag moet bidden. Ja. Dus dan hoor je ook je op die manier te gaan gedragen. Ja. Ja. Ja, en kijk, er wordt gezegd, maar dat is niet... Wacht, nee, dat is iets wat met anders lekker heeft verdiend. Dat is wat anders. Je kan niemand gaan pushen om wat te gaan doen. Ja. Je kan niet, iemand die niet bidt, kan je niet zeggen van, ja, kijk... Je gaat geen wapen tegen zijn hoofd zetten. Precies, je moet bidden. Dat, want je moet ook van zichzelf gaan komen. Maar dat weerhoudt er niet van dat het verplicht is. Het blijft verplicht. Ja, het blijft een verplichting. Ja. Bijvoorbeeld wanneer de profeet naar... Musa alayhi salam naar de Firaun ging, naar de farao. Want het was zo'n farao dat hij zei van... Ik ben jullie hoogste god. Dus die farao, hij was van echt... Allah zegt tegen de profeet, ga naar hem toe en zegt, gebruik mooie woorden, qawli layyin. Tegen Mozes, zeg maar, voor de Nederlandse Mozes. Dus ja, je hoort wel de mensen te herinneren om te gaan bidden, om hoofddoek te gaan dragen, maar je kan er niet... Het heeft geen plek in de islam om die vrouwen dan te verplichten als man zijnde om een hoofddoek te dragen en te onderdrukken in die zin. Dus het is gewoon in die zin, de vrouw is, ja, kijk, je hebt natuurlijk regels, maar binnen die regels is het aan de persoon om zijn eigen verantwoordelijkheid te houden of het is, niet. Het is een eigen verantwoordelijkheid, laten we het zo zeggen. Zo, ik denk dat het is. Ja, ja. Precies, de eigen verantwoordelijkheid. Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar, naar het nieuws, ik heb even om deze podcast voor te bereiden, heb ik zelf ook wat
op internet gezocht. En ik heb gelukkig wel wat kennis. Dus dan probeer ik een beetje te kijken wat klopt ongeveer wel, wat klopt ongeveer niet. Maar dan zie ik ook bijvoorbeeld vrouwen die zeggen van... bijvoorbeeld nu in Nederland heb je volgens mij vanaf vorig jaar in treinen zo geen gezichtsbedekkende kleding. Ja. Dat is verboden. En dan krijg je dus de reactie van islamitische vrouwen, terecht ook, van ja, maar ik wil dit dragen. Dit is mijn manier van vrijheid. Ik denk dat we ook moeten kijken naar wat is vrijheid voor een persoon. Jouw vrijheid hoeft niet mijn vrijheid te zijn. Ik denk dat dat denk ik wel een groot verschil is voor bijvoorbeeld met name de westerse cultuur, zeg maar. Open gekleed. Dat is hun vrijheid. Maar als hier bijvoorbeeld een vrouw zich wil bedekken, dan wordt het gezien als onderdrukking. Terwijl het voor haar een manier van vrijheid is van ja, maar ik wil me gewoon zo vrij kleden. Dus ik denk eigenlijk dat we moeten kijken vooral naar wat is ieders vrijheid? Wat betekent vrijheid eigenlijk? Ja, ook in dat, ik denk dat in Europa, je hebt een term eurocentrisch. Mm-hmm. Dat alles wat in Europa, de normen en de waarden die in Europa bestaan, horen in elke. Ze denken dat het voor de hele wereld geldt. Wat eigenlijk niet zo is. Dus eurocentrisch. Ze zetten Europa precies. In het centrum, zeg maar. Vanuit dat perspectief kijken ze naar andere delen Wereld. Ja, precies. Maar dit is niet, bijvoorbeeld, als we kijken naar de Wereldbol, hè, een foto van de Wereldbol, zien wij dat Europa in het midden is. Ja. Waarom is Europa in het midden niet een andere. Ja. Een andere continent, weet je. Ja. Dus zelfs daar hebben ze dat door toegepast. Ja. Dus eurocentrisme is dit. Ja. Al wat er normen en waarden in Europa geldt, geldt ook voor de hele wereld. Wat dit niet zo is. Ja. Want in de Koran zegt Allah, wij hebben jullie in verschillende volkeren gecreëerd, zodat jullie elkaar zullen kennen. Ja. Vers in de Koran. Ja. Dus niet van, wat voor mij geldt, moet ook voor anderen gelden. Nee. Want dat wordt vandaag dan met die mindset... Als je dingen zo gaat benaderen, dan is inderdaad onder andere vrijheid is heel anders. Ja, heel anders. Dus er moet vooral gekeken worden naar, maar wat betekent vrijheid voor een ander? Ja, precies. Kijk, mijn moeder bijvoorbeeld, mijn moeder draagt ook een hoofddoek. Ja. Ik heb mijn vader nog nooit iets over zeggen over haar hoofddoek. Nee. Zij kiest er zelf voor in de zomer om een hoofddoek te dragen. En dan zegt ze wel van, het is een beetje warm. Maar ja, dan zegt ze, ik heb het liever nu warm dan dat ik in het hiernamaals... Ja. Dat geloof weet je dat je in de hel belandt, zeg maar, om het plat te zeggen. Ja, ja. Dus er is ergens, denk ik, ook wel vooral kijken naar wat vinden de mensen zelf ervan. Ja, precies. Niet van... Ik vind het lastig. Kijk, ik had ook toen ik ging voorbereiden, zag ik ook een stukje om het wat... hopelijk duidelijker te krijgen. Mm-hmm. En daarna gaan we naar een pauze toe. Mm-hmm. Als ze bijvoorbeeld aan vijf mensen hebben ze, of aan drie mensen hebben ze gevraagd van, blinde mensen hebben ze gevraagd van, hey, omschrijf eens hoe een olifant eruit ziet. Yeah. Mensen zijn blind, dus ze moeten voelen. Dus de ene die voelt aan de been, die zegt, ja, een olifant is net als een boomstam. Mm-hmm. Die andere die voelt aan de buik, en die zegt, ja, de olifant is net als een grote muur. Yeah. En weer een ander die raakt de slurf aan en die zegt, ja, een olifant is een dier net als een slang. Mm-hmm. Welke van die vier hebben gelijk? Mm-hmm. Van de drie? Yeah. Ja. Of ze hebben allemaal gelijk of ze hebben geen van allen gelijk. Nee. En ik denk dat je de dingen niet uit de context moet halen en dat je het verschillen als een soort puzzelstukje moet zien van wat heeft... Ja, eigenlijk dat je alles bij elkaar brengt en dan pas een conclusie gaat trekken. Mm-hmm. En ik denk als je... dat het lastig is om een oordeel te trekken over iets als je daar van buitenaf gewoon heel plat gezegd iets van ziet. Dus je moet eigenlijk denk ik gewoon, om nogmaals even te herinneren, verdiepen gewoon in die dingen. Mm-hmm. En te kijken van, oké, hoe zit het nou precies? Waarom moeten vrouwen bedekken? Mannen moeten zich ook bedekken. Ja, snap je? Wij als man moeten... ik kan ook niet met een voetbalbroekje eigenlijk... Nee, tot onder de knie schuiven, moet ik me ook bedekken als man zijn. Dus er zijn bedekkingen. Dus waar leg je de focus op? Maar het is, nu je zegt dat mannen zich ook moeten bedekken... Eigenlijk heeft man twee dingen die hij moet bedekken. De vrouw ook eigenlijk. De vrouw hoort de lichaam te bedekken. Bepaalde plekken van het lichaam hoort ze te bedekken. Grotendeels van het lichaam, laat ik het zo zeggen. De man hoort ook een bepaald deel van zijn lichaam te bedekken. Maar de man hoort ook iets anders te bedekken. En dat is zijn zicht. Dus de vrouw die hoort haar... lichaam te bedekken. Maar de man ook natuurlijk bepaalde plekken van het lichaam. Maar de man hoort ook zijn zicht te bedekken. Dus kijken naar... Ja, kijken naar. Ja. Dus eigenlijk van twee kanten. De vrouw die bedekt haar... haar lichaam, maar de man bedekt ook zijn zicht, zijn ogen.
Van ja. Niet te kijken naar bepaalde delen of ja. naar de vrouw te kijken. Precies, ja. Dus enkel dat zijn ding dan. Zijn eigen vrouw, ja, precies. De moeder, mijn moeder heeft het gewoon gezegd. En zo. Ja, ja. Haar en zo, van die moeder mag die natuurlijk wel zien. Ja, ja. Ik denk misschien hebben sommige mensen wel zo'n ding van... Vrouw douchen met een ja, precies. Of zijn gewoon naast de man ook met hoofddoek of zo. Nee. Dat is niet het geval. Want... Thuis zijn ze gewoon rustig. Nee, precies, ja. Elke vrouw is vrouw. Ja, thuis ook gewoon. Ja, ze kan me niet in hijab of zo. Ja, dus juist dat is ook de essentie, hè? Dat je je mooi aankleedt, dat je je versiert voor je man en niet voor een andere man. Ja, dat je gewoon voor je eigen man en precies. Als man zijn de ogen voor je vrouw. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, en waar ik eigenlijk mee wil afronden voordat we naar de pauze gaan. Mm-hmm. Als je kijkt naar een stukje symptoombestrijding, van kijk, een niqab wordt nu gezien in het algemeen dan als een stukje onderdrukking. Mm-hmm. Maar waar ik dan denk ik eigenlijk op wil focussen is van... hé, maar wat is dat nou eigenlijk? Waarom gebeurt dat nou? Weet je wel, wat is de reden daarachter? En ik denk echt wel dat het te maken heeft met gewoon... de stukken bekrompen mannen die helaas wel denken... Dat zij al het recht hebben over een vrouw om wat te roepen. Maar dat je dan gaat kijken van... oké, in plaats van dat we de niqab gaan afschaffen... want als je die niqab afdoet, dan ben je vrij. Mm-hmm. Dat is een symptoombestrijding. Dan bestrijd je een symptoom. Ja. Moeten we denk ik gewoon gaan focussen. Maar wat maakt het dat die mannen zo kunnen schreeuwen? En ik denk dat dat te maken heeft met van de eeuwenoude traditie... waar we net over hebben gehad in de tijd van de jahiliya, zeg maar de onwetendheid... Mm-hmm. Dat het ook een stukje cultuur is. En dat het denk ik losstaat van de islam... dat het gewoon een stukje cultuur van toen de tijd is... dat ja, vrouwen werden in Engeland bijvoorbeeld ook. Tot 1900 hadden vrouwen totaal geen recht. Ja, dat is in 1886 ja. is dat, hebben vrouwen het recht gekregen. In Nederland is dat ook, heeft dat ook best wel lang geduurd voordat ze mochten stemmen. Dus ik denk dat we moeten kijken naar niet naar het symptoom, de niqab, maar dan de hoofddoek. Dus maar dan naar de bron ervan. Waar komt het vandaan? Ja. Om het een beetje duidelijker te maken. In plaats van dat we tegen bijvoorbeeld... De tienermeisjes gaan zeggen van... je moet je op een bepaalde manier gaan bekleden, zeg maar. Ja. Zodat je... Dan heb ik gewoon over in het algemeen. Ja, dus ook over niet-moslims. Natuurlijk hebben moslims een bepaald normen en waarden... wat iets anders ligt. Maar als we gewoon in het algemeen gaan kijken naar tienermeisjes... dat we gaan zeggen van... Hey, ik kleed je niet op die manier, doe iets bedekkends op. Want 's avonds laat op straat kun je aangevallen worden door jongens. Mm-hmm. Dat is een symptoombestrijding. Ja. We moeten eigenlijk focussen naar die jongens toe. Ja, ja. Hey, drerries, gedraag je. Weet je, wat ga je doen als zo iemand langskomt? Je moet je gewoon gedragen. Ja, ja, ja. Ik denk dat we de focus op het verkeerde leggen. Mm-hmm. En dat we de focus gewoon niet op het symptoom, maar op de bron moeten focussen. Mm-hmm. Meer toch? Op de man, zeg jij dan? Ja. Ik denk, ja, in dit geval, met dit onderwerp op de man. Maar ik denk dat we met alle onderwerpen moeten kijken naar... oké, waar komt het vandaan? In plaats van een symptoombestrijding. Ja, begrijp ik. Ik denk niet dat het alleen bij de man ligt, man. Ik denk dat het wederzijds is. Ja. Ik denk dat het wederzijds is, man. Want natuurlijk heeft een man geen enkel recht... om een andere vrouw te betasten, aan te raken. Geen enkel recht. Het is ook nooit goed te praten, natuurlijk. Ja. Maar een vrouw hoort zich ook wel op een bepaalde manier te aan te kleden, beschermen, te kleden, ja. Het is wederzijds, man, denk ik. Ja, dus en dat is denk ik vanuit ons als moslims, omdat ik hier als moslim ook zit, is dat inderdaad ons normaal en ons normen en waarden. Precies. En als we kijken vanuit het perspectief van de westerse maatschappij, weet je, kunnen we dat wel benoemen. Ja. Alleen voor hun is dat bijvoorbeeld weer... dat is voor hun dan niet meer normaal, weet je. Dus wat we net zeiden, het eurocentrische. Ik denk dat dat voor verschillende kanten ook telt. Maar je hebt zeker wel een punt dat je gewoon... Tuurlijk, je gaat ook niet half naakt op straat lopen. Nee, en dan als iemand je aan moet zeggen, heeft me aangevallen. Maar natuurlijk klopt het niet wat die man doet. Het klopt niet wat hij doet. Het klopt zeker niet. Maar wat die vrouw doet, klopt dan volgens mij ook niet. Ik denk als persoon zijnde denk ik inderdaad dat je zelf wel een beetje met trots moet kunnen rondlopen. Precies. En dat is mijn... gedachte van trots. En dat kan voor een andere vrouw. Mm-hmm. Die kan zeggen, ja, maar ik wil met trots laten zien wat ik heb. Nee. Ja, dat kan. Ja. Weet je, dat is, daar ga ik niet over. Nee, maar we moeten wel, denk ik, gewoon dit gesprek blijven aangaan. Mm-hmm. Het is 14:15. We moeten zo het gebed doen. Mm-hmm. Ik denk dat we een pauze ingaan. Ja, dat gaan de kijkers en luisteraars toch niet merken. Want voor hen gaan we over 3 seconden verder praten. Maar inmiddels gaat de 3 kwartier voorbij. Ja. Ja, wij gaan even pauze houden. Wij gaan, pauze. We gaan even het gebed verrichten. Nee. En dan zien we jullie straks weer, mensen. Inshallah. Tjallas.
Yes, daar zijn we dan weer. Het is inmiddels een klein uurtje verder, maar voor de luisteraars ja, is gewoon een seconde voorbij gegaan. We pakken hem weer op. We hadden het over een aantal dingen. Ik ben eigenlijk alweer een beetje vergeten wat. Maar we hadden net ook wel even over voordat we gingen beginnen. Om even nog een kleine terugstap te maken naar het onderwerp vrouwenonderdrukking, zeg maar. Je gaf aan van, nou, eigenlijk wilde ik ook nog wat vertellen over vrouwen in huis. Hoe zij thuis behandeld dienen te worden, toch? Ja, ja. Dus zullen we hem vandaar weer oppakken. En ondertussen zijn ze beneden bezig met het verbouwen. We hebben gezegd, we zijn een kleine half uurtje zijn we klaar. Dus hopelijk luisteren ze. Ja, als ze doorgaan, dan weten jullie dus waar het aan ligt. Mooi, yalla. Hojam. Let's go. Ja, dus we hebben gehad over vrouwen in het algemeen. En dan hebben we ook, je hebt ook vrouwen natuurlijk in huis. Hè? De vrouw die trouwt eenmaal met de man. Wanneer ze zijn getrouwd. Heel krijgen ze natuurlijk thuis ook bepaalde rechten. Ten eerste, de profeet, vrede zij met hem, hij zegt ook, Gairukum, Gairukum li ahli. En de beste onder jullie is degene die het beste is tegenover zijn familie. Ja. Of in een khutba, wadahut person noemen wij dat dan. De afscheidspreek. De allerlaatste spreek. Daar heeft hij ook, dat zegt hij ook tegen de moslims van, oh jullie moslims, vrees Allah wat betreft jullie vrouwen. Ja. Hij zegt dus, want jullie vrouwen is een emanet van Allah. Emanet, dat is eigenlijk iets dat wordt toevertrouwd. Ja, Allah vertrouwt de vrouw aan jou toe, Dus de vrouw, let er goed op. Ja, wees er zijn nog op. Want de man, emanet is eigenlijk iets dat je beter kijkt dan als je naar jezelf kijkt. Dus, dus als we het vertalen naar nu. Kijk, als ik al deze spullen zijn van mijzelf. Ja, als het kapot gaat, ja shit, weet je. Ik koop een nieuwe. Maar als ik het heb geleend van iemand. Kijk, deze geluidskaart bijvoorbeeld, die heb ik... Dankjewel, Don Bosco. Leen ik gewoon van onze studio, van mijn werk. Ja. Als het ding kapot gaat, shit. Nog erger, hè? Nog erger. Precies. Dat is eigenlijk hoe je een vrouw zou moeten zien. Dus je moet er zuinig mee zijn. Precies. Heel erg zuinig mee zijn. Uiteindelijk zou je er ook voor ondervraagd worden van... Heb jij goed opgepast op je vrouw? Heb jij haar rechten gegeven? Heb je haar recht ontnomen? En wat zijn die rechten dan? Ja, want kijk, de vrouw binnen het huis... bijvoorbeeld, vele mensen denken dat de vrouw thuis hoort te zitten. Dat zij geen educatie mag doen. Hè? Helaas vandaag bijvoorbeeld in islamitische landen... zien wij dat kinderen... meisjes, dus kleine meisjes, geen educatie krijgen. Ja. En dan heb je mensen die zeggen, ja, in de islam... Maar ook die mensen die daar zelf in die landen zeggen, ja, in de islam mag een vrouw geen educatie krijgen. Dat is geen... Dat is gewoon bullshit. Dat is gewoon bullshit. Ja, klopt niet. Want de profeet zegt, talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Dus het opdoen van kennis is verplicht voor elke moslim. Of je een man bent of man vrouw. Bent of vrouw bent. Dus kennis opdoen. En kennis opdoen. Maar hebben we dan over kennis over de islam? Algemene kennis, man. Want kennis, ook kennis over de islam. Hè? Want iedere moslim hoort bepaalde kennis te hebben over de islam. Maar niet alleen islamitisch kennis is kennis. Je hebt ook andere kennis. Ja. Dus. Een vrouw moet ook gewoon, heeft ook gewoon het recht om. Ja, want kennis kijk, als de vrouw niet is, geen educatie heeft. Hè? Want de vrouw hè, die baart een kind. Ja. En de kind die groeit op in de handen van zijn moeder. Als de moeder niet goed niet is op. Niet, geen opleiding heeft, niet weet hoe de dingen moet aanpakken, dan de kind die groeit dan daarmee op. Ja, dus dan, er wordt ook gezegd, je eerste lerares is gewoon is je moeder. Ja, precies. Weet je? Dus, maar ook als we kijken naar de vrouw van de profeet, Aisha radiyallahu anha, is gewoon een van de grootste geleerden binnen de, binnen de islamitische bronnen. Zij is een geleerde, gewoon letterlijk een geleerde, die is een, die heeft misschien op nummer 2 of op nummer 3 de meeste overlevingen overleven van de profeet. Ja. Want ze was constant met hem. Ja, precies. Dus de profeet heeft dit gezegd. De profeet heeft dit gezegd. De profeet heeft het zo aangepakt. Ja. Een vrouwelijke persoon. Ja. Dus een vrouwelijke persoon wat betekent dat? Is. Ja, dat is een geleerde educatie. Ja. Dus zeker, een vrouw moet gewoon goede educatie En als krijgen. We kijken binnenshuis met het huishouden. Ja, binnenshuis, sommige mensen denken misschien wel... vrouw moet het huishouden doen, het enige recht dat ze heeft staan. Dat klopt niet, man. Een vrouw, kijk, als een vrouw, laten we zeggen... een oppas wilt voor de kind, moet de man ervoor gaan zorgen. Maar man moet die oppas gaan regelen. Dus dat is zeg maar het recht van de vrouw is van... Oké, ik wil, weet ik wil educatie doen of ik wil werken. Ik heb een oppas nodig voor mijn kind. Ja, en met het werken is het dan natuurlijk wel belangrijk... dat ze in een de omgeving waarin ze gaat werken, is ook wel belangrijk. Het moet ze een islamvriendelijke omgeving precies. zijn, zeg maar. Ja, natuurlijk zo. Dus maar ook als ze zegt... ik wil huishouden niet doen. Hè? Of ze heeft bepaalde dingen waardoor ze het niet kan doen...
dan heeft ze ook het recht om te zeggen tegen de man, kijk, je moet een oppas regelen. Of, ja, of help, of help. Met het softzijn. Ja, het softzijn. Want de profeet die was ook altijd actief. Mijn moeder is ook zo. Ik moet thuis, we zijn met z'n vijven. Zeg je vandaag jij, morgen jij. Zeg ze, Ebu, jalla, pak stofzuiger. Ja, maar ja. Ja, moet. Kijk, dat vooral, zo. Vooral voor kinderen ook. Hè. De moeder heeft een andere positie. Hè. Moeder is vrouwelijk, heeft een hele andere positie. Want de profeet zegt ook, het paradijs ligt onder de voeten van de moeder. Ja. De moeder, niet de vrouw, vader. Hè. Ja, de vader. Dat is een vrouw. Ja. Moeder. Een andere ding, het recht van de ouders, wil ik ook even heel kort over hebben. Allah zegt in de Koran van وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَ. Hij zegt, jouw Heer heeft gezegd, heeft hukmette, heeft, hoe noem je dat? Verplicht, laat ik zo zeggen, dat jij ten eerste niet iets anders dan Allah moet gaan aanbidden. Dus geen iets anders. Precies daarna zegt وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَ. En wees goed tegenover je ouders. Ja. Dit laat eigenlijk zien hoe belangrijk het is om goed te zijn tegen je ouders. Ja. En daarna zegt hij, in de vervolg van de vers zegt hij وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَتَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Wanneer zij één van hen of twee van hen onder jou, als zij groeien op een bepaalde leeftijd bereiken, zeg dan niet het woord oef tegen hen. Tegen je ouders. Tegen je ouders. Dus niet eens oef zeggen. Nee, ja. Niet. Waarom oef? Oef is het kleinste voorbeeld. Als je oef niet eens al niet mag zeggen, laat staan, dan mag je niet eens gaan schreeuwen. Of mag je niet eens gaan schelden. Ja, of mag je niet eens andere dingen doen. Als dat niet eens mag, dan mag de rest ook niet. Ja, dus, snap je? Ja, en we gaan zo door naar de vragen die zijn ingezonden. Maar ik wil toch nog even één ding benoemen. Aha. Ik gaf net een van de overleveringen aan. En er was ook een overlevering. Een van de metgezellen. De metgezellen zijn de mensen die in de tijd van de profeet leefden, hem kenden. Ja. Die vroeg van, wie is de belangrijkste persoon voor mij? Ja. En dan zegt hij, je moeder. Ja. En dan zegt hij, wie is daarna de belangrijkste persoon? Dan zegt hij, je moeder. Ja. Vraagt die metgezel nog een keer, oké, en wie is daarna de belangrijkste persoon? En dan zegt de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, zegt weer je moeder. Ja. Tot drie keer toe zegt hij de moeder. En dan gaat de metgezel gaat zijn vraag anders formuleren. Aha. Dan zegt hij, oké, wie komt er dan na mijn moeder op de volgende plaats? Je vader. Je vader, ja. Dus dat is het, zeg maar. Kijk, zo ben ik. En denk ik gewoon bijna iedereen in de islam opgegroeid met hoe belangrijk je moeder en dus ook een vrouw, want je moeder is een vrouw, hoe belangrijk dat is in de geloof. Zo zijn wij opgegroeid. Ja. En dat is ons perspectief van hoe je hoort gedragen tegenover een vrouw. Ja, ja. Maar in het nieuws, kijk, nieuws is sowieso uitzondering. Anders is het geen nieuws. Als het normaal dan gaat, komt toch niet in het nieuws. Snap je? Dus de uitzonderingen worden, hoe zeg je dat, benadrukt. Uh-huh. Waardoor dus een verkeerd beeld wordt ontstaan over, in dit geval, de vrouwen in de islam. Ja. Terwijl als je als moslim zijnde kijkt, tuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dat is mens eigen. Mensen maken fouten. Dat betekent niet dat de islam fout is, dat betekent dat de mens fout is in dat geval. Dus dat wil ik toch al even benoemen. Ja, mooi. Dan gaan we even door naar de volgende ding. We zijn, wat jij opnoemt, wat trouwens overleefd, zover ik weet, door Abu Huraira. Dat is mijn man. Ja, man. Dus voor de mensen die zeggen van Abu Huraira, mijn naam is dus Abu Huraira. En dat is een van de metgezellen van de profeet. Ja, die ook een van de meest overleverde overleveringen gedaan. Shit, mijn man. Even kijken, we gaan even door naar de volgende punt. Jihadisme is terrorisme. Dat zijn mijn stellingen. Mm-hmm. Jihadisme is terrorisme. Ja. Wat kunnen we over die stelling gaan zeggen? Ja, jihadisme, ik vraag me eerst af waar het woord vandaan komt. Jihadisme, ik denk dat het een woord is dat door de media is verzonnen, denk ik. Jihadisme. Ik weet niet. Ik heb het wel eerder gehoord, maar ik bedoel binnen de islamitische context, jihadisme bestaat niet. Nee. Jihadisme. Ik denk dat het door de Westen of door de media in het Westen is, later is verzonnen. Ik denk toch dat mensen vaak, wanneer ze het woord jihad horen, is het meteen een tak oorlog, islamische oorlog. Ja, zo die koppeling is, lijn is gemaakt. Precies, die lijn is gemaakt. Maar is die lijn terecht? Daar moeten we eens naar gaan kijken of die lijn terecht is of niet. Kijk, want ik heb zelf mijn thesis in Turkije, mijn laatste jaar heb ik ook over jihad, heb ik mijn thesis over geschreven, zeg maar. Ja. Je hebt eigenlijk twee verschillende opvattingen over jihad. Als we kijken naar het woord zelf, jihad, betekent dat je streeft voor iets. Dat je moeite doet voor iets. Ja, dus moeite doen. Hè? Maar voordat de islam kwam, werd het woord jihad ook al gebruikt. Maar dan werd het echt gebruikt voor de eigen dingen, zeg maar. Dat bijvoorbeeld, je hebt verschillende clans, zeg maar. Yeah.
Bloods and Crips, geen Bloods and Crips, maar je had verschillende clans toen, snap je? Dus, ja, in Saudi-Arabië had je ook die clans. Precies. Maar was je had Bedouinen en zo, je had mensen die dingen leefden, tenten en zo leefden. Maar je had verschillende clans, die gebruikten het woord jihad ook. Maar dan was het echt meer om de eigen, voor hunzelf. Strijden voor hunzelf. Oorlog voor hunzelf, zodat zij sterker van werden. Na de komst van islam is de jihad meer geworden dat je moeite doet, dat je die streeft naar de ding van Allah, tevredenheid van Allah. Je ultieme zelf. Ja, precies. Ja. Ja, maar dus dat is echt wat jihad betekent. Want jihad, kijk, we hebben net gehad over Mekka en Medina, dat er twee verschillende dingen waren. Ja. Je hebt ook verzen in de Koran. De verzen die in Mekka zijn geopenbaard, worden wel Mekki genoemd. Ja. En versen die in Medina zijn geopenbaard, worden ook wel Medini genoemd. Ja. He, dus twee verschillende versen. Ja. Als we kijken naar de Koran, dus ik had een beetje onderzocht destijds. Als we kijken naar de Koran, zien wij dat er in de versen die in Mekka zijn geopenbaard. Mm-hmm. He, dus in Mekka. Ja. In Mekka was er nog geen oorlog tussen de moslims en de mushrikoen. Ja. Geen oorlog, hè? De mushrikoen zijn dus de mensen die andere goden ook aanbidden. Ja, precies. Ja. Was er nog geen oorlog. Maar als we kijken naar de verzen die in Mekka zijn geopenbaard, sommige verzen, zien wij ook het woord jihad weer terug. Terwijl er geen oorlog was. Terwijl er geen oorlog was. Ja. Snap je? He, maar wat, dus daarmee wordt, dus daar zien we ook dat jihad niet per se met oorlog hoeft te maken. Ja. Maar meer met moeite doen. Ja. Dus geduld tonen. Strijd voeren tegen... Dus... Ja, want dat is inderdaad, want ik heb natuurlijk ook een beetje onderzocht. En niet een thesis geschreven net als jij, maar wel wat onderzocht. Ja. En je hebt dus twee soorten jihad, de innerlijke en de uiterlijke jihad. Ja. En de grote jihad, dus zeg maar de echte waar je echt voor moet strijden, is de innerlijke jihad. En dat is dus tegen je lusten gaan strijden. Okay. Dus als een vrome, een goed persoon, de beste persoon worden. Dat is eigenlijk wat jihad eigenlijk... In grote dingen betekende. Je hebt een overlevering waarin wordt overleefd dat de profeet bij de terugkomst van een slagveld, van een oorlog, zeg maar, dat is een strijd, zegt de profeet, wij gaan nu van de kleine jihad, dus van de oorlog eigenlijk, gaan wij naar de grote jihad. Oh, ja. Dus van de oorlog is de kleine jihad, gaan wij weer terug naar de grote jihad. Het is een overlevering, sommigen zijn het mee eens, sommigen zijn het niet mee eens. Dit wordt vooral gebruikt door Soefies. Binnen de islamitische literatuur, voor de soefies die gebruiken dit. He, dus wat is dan de grote jihad? Grote jihad is, zoals je hebt gezegd, dat je die strijd voert tegen jezelf. Ja. Dat je die strijd voert tegen je ego, tegen de duivel. Ja. De duivel die gaat je constant influisteringen geven. Vooral als je op het goede pad probeert te zijn. Want de duivel die gaat dan juist met jou bemoeien. Ja, want wat zeggen ze? Een dief zal geen lege huis binnentreden. Ja, ja. De duivel zal ook niet met een lege persoon gaan bemoeien. Ja. Maar meer met de persoon die juist op de weg probeert te vinden. Ja. Dus dat is... En die jihad is constant. Is niet eventjes. Een oorlog die gaat voeren. Tijd, dat is misschien een jaar. Misschien niet eens. Misschien, misschien een maand. Misschien een week. Ja, ja. En dan is het voorbij. Maar de grote jihad, dat is gewoon je hele leven lang, is iets waarmee je bezig zal zijn. En als we kijken naar de uiterlijke jihad, zeg maar de oorlog jihad, wat voor soort oorlogen zijn er dan, zeg maar? Als we kijken naar de islamitische geschiedenis van de islam, zeg maar, zien we, het is niet van oorlog. Allah zegt niet van, oké, nu is het klaar, jullie moeten nu gaan aanvallen. Ook vooral nu niet. En je hebt vooral nu mensen die bepaalde versen in de Koran uitpakken. Kijk, uit de context halen. Uit de context halen, precies. Ja. Terwijl die versen die dan neergedaald waren, een hele andere context. In de context van een oorlog, zeg maar. Ja, een tijdperk van een oorlog, zeg maar, Zo van, vermoord hen waar jullie hen zien. Je hebt zulke versen. Ja. Het moet gewoon ding zijn. Ja, dat maar betekent dat je nu, in deze tijd waar geen oorlog is, dat je, wanneer je een ongelovig, dat je moet gaan ding doen. Nee. Maar als je in een oorlog bent, dan ga je dat wel doen, toch? Ja, tuurlijk. Maar dat is, snap je? Dat is een oorlog. Okay, daar gaat zo'n vers bijvoorbeeld over. In hoe je met een oorlog om moet gaan. Ja, precies. Ja. Ja, of je hebt ook versen in de Koran waarin Allah zegt dat men, dus dat de moslims, hun paarden bijvoorbeeld klaar moeten zetten. Ja. Paarden, waarom? Paarden waren misschien de tanks van vandaag, of waren andere dingen van vandaag. Ja. Dit is ook een. We hebben het over de net had je nog gevraagd van Koran universeel of niet. Ja. Voor deze vers kan je nu gaan pakken. Kan je zeggen, kijk, destijds heeft Allah gezegd, hou jullie paarden klaar. Ja. Wat betekent dat? Wees klaar voor oorlog. Ook al is er geen oorlog, de islamitische landen die moeten gewoon wapens maken. Zoals elk land. Ja, elk land. Want je moet klaar zijn. Je moet. Ja. En dat is gewoon oorlog eigenlijk. Maar het is ook een middel om oorlog te voorkomen, hè? Als je veel wapens hebt.
Zo schrik je misschien de vijand af. Ja, hè? Ja, en dat betekent juist dat geen oorlog gevoerd gaat worden. Oké. Dus dat is denk ik tot zover jihadisme. Dus de stelling jihadisme is terrorisme. Nee man, nee, zeker niet. Nee. Terrorisme bestaat niet. Een moslim kan geen terrorist zijn. Maar een terrorist kan ook geen moslim zijn. Nee, want iemand... als moslim, ja, ze roepen het wel in de naam van moslim. Maar als je kijkt naar de literatuur, klopt het niet. Nee. Zeg maar. Dat vooral, als je vandaag ISIS, ze vermoorden ook gewoon moslims. Hè? Ze vermoorden gewoon moslims. Terwijl je een vers in de Koran hebt van wie een moslim niet per ongeluk, maar gewoon met opzet vermoord, zal oneindig de hel betreden. Ja, als je een mede-moslim vermoordt, zeg maar. Ja, maar terwijl zij gewoon heel veel moslims vermoorden. Terwijl, ja, en ze doen het zogenaamd in de naam van God. Ja. Ja. Ja, het woord Allahu Akbar wordt echt heel erg misbruikt vandaag. Ja man, dat merk ik ook. Terwijl het de woord is die iedere moslim bij elk gebed... Ik weet niet hoe vaak we het opnemen. Ja, heel vaak. Ja. Even kijken, we zijn even naar het volgende onderwerp. Dat is over jihadisme. Maar ik wil dit wel ook bij toevoegen. Het is niet alleen de kant van de strijd tegen jezelf, maar het is ook natuurlijk de kant van de oorlog. Dat is ook jihad. Ja. Ja, maar dat moeten we niet... Dat is er ook. Dat is er ook, ja. Ja. Maar niet zoals we die kennen van ISIS. Nee. Oké. Nee, dat nee. Dus dat is gewoon in oorlogtijden. Ja. Ja, zoals elk land oorlog zou moeten voeren, hoor je... Ja, dus de jihad van vandaag, zoals ik al zei, gewoon klaar zijn voor oorlog, je wapens klaarzetten. Oké, en als we kijken naar nog een stelling, de Midden-Oosterse cultuur is islam. Is hetzelfde, zeg maar, de cultuur vanuit, weet ik veel, Saudi-Arabië, ik noem ook Dubai, gooi ik er ook even bij, Arabieren, zeg maar. Is dat ook gelijk de islam? Ja, nee, zeker niet. Kijk, wat ik echt erg jammer vind, is wanneer je iemand met een jalaba ziet, of met zo'n tulband, dan hebben mensen meteen het zicht van, kijk, moslim. Goeie moslim. Ja, ja. Of iemand die loopt met een baard, dikke baard, dikke jalaba, en wanneer diegene ziet, is bij iedereen, mashallah, spannend, een goede moslim. Ja, mashallah, zeggen ze dan. Ja. Ja. Dus ik denk dat de islam helaas een ding heeft. Een vorm heeft gekregen. Ja. Van als je goed hebt gekleed, je lijf hebt aangedaan, dikke baard hebt gelaten, ben je een goede moslim. Ja. Terwijl het misschien 2-3% van hetgeen is. Een jalaba is niet vanuit islam. Ja, de enige regel... Een jalaba is een cultuur. Kijk, iemand wordt moslim. Ja? Mm-hmm. Hij wordt moslim. Hij begint zich opeens te gedragen als een Arabier. Hij begint zich te kleden als een Arabier. Ja. Terwijl dat hij denkt dat hij dan een betere moslim is. Terwijl een betere moslim meer heeft te maken met je aanbidding. Met je gedrag tegenover de mensen. Ja. Gedrag tegenover de natuur, et cetera. Dat is juist belangrijk. Die kleding, ook al heb je de beste kleding... Ook al loop met dikke D-squared dingen, duurste. Nee. Het enige... regel, zeg maar, lekker voor, maar dat is gewoon dat je wijd kleedt als man. Dus het moet schoon zijn. Legging. Nee, het moet schoon zijn. Het moet halal zijn, dus het moet niet gestolen zijn of iets dergelijks. Precies, het moet niet transparant zijn, zeg maar. Ja, dus ja. Dit soort dingen, als je normaal kleding draagt volgens je eigen cultuur, dan is dat sunnah, van de profeet. Dat is al goed. Ja, want de profeet die kleedt zich niet als heel anders dan de mensen die in Mekka woonden. Ja. Hij kleedt zich gewoon op een bepaaldezelfde manier. Ja. Hij kleedt natuurlijk ook wel wat wijder. Maar ze wonen in een woestijn. Ja. Dus dan kleed je op die manier naar de woestijn. Dus ja. Nou, wat ik ook wel een beetje jammer vind, om even door te gaan op dit onderwerp. Als ik kijk naar de prins van Dubai bijvoorbeeld, of Saudi-Arabië, die dan een halve naakte vrouw laat dansen en dan gooit die money. En dan zeggen ze, ja kijk, vrouwen onderdrukken in de islam. Nee, dus dat is cultuur. Dat is cultuur, dat is geen islam. En de profeet heeft ook, na de komst van de islam, heeft ook bepaalde dingen verboden. Wat in de cultuur, in de Arabische cultuur was, heeft hij ook gewoon verboden. Dingen die tegen de islam was. Die wel in de cultuur waren, dat heeft hij gewoon verboden. Ja. Zoals dus meisjes en pasgeboren baby's begraven. Ja, zeker, zeg maar. Dat is een van de extremere voorbeelden. Ja, extremere voorbeelden, ja. Oké. Hebben we daar nog wat aan toe te voegen? Even kijken. Cultuur? Nee, man. Oké. Dan gaan we even door naar de vragen. En dan gaan we langzaam naar een afronding toe. We zijn volgens mij rond een uur bezig. Ik had de vraag van Floris, vriend van mij.
ook uit Fase, VWWSEN. Hij vroeg, in de moskee in Fase heb je op de vrijdagmiddag, zeg maar, wordt het gebed hardop gedaan, zeg maar. Ja, ja. Gebedsoproep. Ja. En hij vroeg van, hey, wat zingt de imam eigenlijk op vrijdag? Ik ben best wel benieuwd. Oké, okay, ja. Als je naar een islamitisch land bent geweest, dan voor Turkije of ja. een ander land, dan heb je vast wel de oproep tot het gebed ja. gehoord. En hoe deze oproep tot het gebed tot stand kwam, is de moslims die in de tijd van de profeet, die gingen samen bidden, et cetera. En dan was de vraag van, wij moeten ook iets hebben om de mensen tot het gebed te kunnen vinden. Ja. Dus ze gingen erover nadenken. De ene dacht, misschien als we klokken luiden, maar ja. dat is bij de christenen zo. Ja. En dan heb je... Dus dan heb je geen verschil, dan weet je niet precies. Of het een ja. kerk of een moskee is. Dus dat werd hem niet, of op een hoorn blazen, of bij de joden doen, zover ik weet, een bazijn. Ja, ja. Dat is bij de joden. Ik weet niet of het nog steeds, maar, ja, maar vroeger ja. was het volgens mij wel. Dat was het ook niet. Dat en ook dan niet. Wat er dan gebeurde, er komt een metgezel naar de profeet, alayhi salatu wassalam, en hij zegt van, ja, Rasulallah, ik heb zo'n droom gezien. En in een droom werd de oproep tot het gebed ja. werd het gedaan. En, maar niet alleen hij, ook een andere persoon. Die zag dezelfde... Volgens mij, Omar radiallahu anhu, ik ben er niet zeker van. Die zag ook dezelfde droom. Ja. En de profeet zei, oké, wat heb je gehoord dan? En die man die... zoals ze die nu vandaag, ja, de dag kennen, vandaag de dag kennen, dat heeft hij dan van, opgeroepen. Zo. Ja. Toen zei de profeet, oké, that's it, weet je. Van, ja. Laten we dit dan ja. als oproep tot het ja. gebed gebruiken. En ik wil daar... Ja, ik heb dubbele pet op, dus inhoudelijk even nog meepraten hierin. Ik wil ook een beetje met de actualiteit nu meegaan. Mm-hmm. De persoon die het gebed oproept tot het gebed had gehoord in zijn droom, was niet, die de droom had gezien, oh. was niet degene die het ook had opgeroepen. Dat nee. was dus Bilal. Ja, Bilal Adelman. Adelman. Ja. Voor de mensen die Bilal niet kennen, je kan het even googlen en zo, maar of vragen aan iemand die het wel kent. Hij was een zwarte man ja. Die een slaaf was. En ja. hij is toen bevrijd door de profeet, moment ja. vrede zijn met hem. En hij was degene die je moet je nagaan. Je gaat bidden. Alle moslims komen bij elkaar. En degene die dat mag oproepen, die je mag roepen naar zoiets, dat is een zwarte man. Ja, weet je? En toenertijd was dat dus die slavernij ja. ook zo. Dus dat is eigenlijk een soort symbool of een teken naar de hele wijde wereld. Van, mm-hmm. In de islam maakt niet uit wat voor kleur je hebt. Iedereen is gewoon gelijk ja. aan elkaar. Je enige verschil is dus, wat die vers die je ook precies. hiervoor noemde. Ja. Enige verschil is dus je aanbidding naar God toe. Ja. Dus dat wil ik wel even benoemen. Dat is even een detail. Mooi, ja. Maar dat ja, zingen noemen we dat denk ik ja, het wordt, in het, ja, het Nederlands. Is, weet je wat het is? Vooral in de Turkse cultuur of Turken hebben heel veel aandacht geschenkt aan het mooi reciteren, ja. het mooi zingen van ja. de adhan, van ja. de oproep tot het gebed. Dat dit ezan, want, waarom? Want je roept de men, roep je naar het gebed. En dat moet op een mooie manier gebeuren. Ja. Want de men komt naar het gebed en hij moet er blijven aan worden. Ja, precies. Dus er is veel aandacht besteed binnen ja. de Turkse context, met de Turkse cultuur. Als ik mag, wat het eigenlijk betekent. Mm-hmm. De imam, de muezzin, die roept dan tot 4 maal Allahu Akbar. Ja. Dus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dat betekent, Allah is de grootste, Allah ja. is de grootste. Dus ja. 4 keer. Ja. En dan ashhadu an la ilaha illallah, 2 maal. Dus ik getuig dat er geen God is dan Allah. Ja. Dan 2 maal, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ik getuig dat Mohammed zijn profeet is. Ja. En dan hayya ala salah, dat betekent kom naar het gebed. Kom naar het gebed. Kom letterlijk het gebed. In het Arabisch, ja, hayya ala salah betekent kom ja. naar het gebed. En dan hayya ala al-falah, kom naar de verlossing. Ja. Ja, het gebed ja. is eigenlijk de verlossing. Ja. En dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ja. 2 maal Allah is de grootste. Mm-hmm. La ilaha illallah. Er is geen God dan ja. Allah. Dat wordt er ja. gereciteerd, gezongen. Ja, gezongen. Ja, maar, ja. maar waarom doen we bijvoorbeeld vandaag de dag niet gewoon klokken luiden? Bijvoorbeeld in wij zijn bijvoorbeeld nu, wij wonen in Nederland. Mm-hmm. We zijn hier gekomen. En waarom gebruiken we niet, net als een kerk, de klokken luiden in plaats van het oproep tot het gebed? Ja, want het oproep tot het gebed is toch wel echt, islam en shiaru noemen we dat. Een van de tekenen van de islam eigenlijk. Een, ja. van, de, een van de belangrijkste symbolen, of een van de belangrijkste tekenen van de islam. Want als je ja. oproep tot het gebed hoort, hier bijvoorbeeld in Nederland, dan weet ja. je, oké, kijk, een moskee. Het is een moskee, ja. ja dan net weet je als het islamitisch is. Klokken luiden, een kerk is, ja, precies. Dus het is eigenlijk van, zodat je weet waar het vandaan komt. Ja. En het is een stukje identiteit, denk ik ook, wat je wil behouden. Ja. Dus we kunnen niet, eigenlijk kunnen we niet zeggen zo van, ja, is goed, we doen klokken luiden. Nee, zeker niet. Nee. En okay. ja, ook nog, alleen bij het ochtendgebed wordt het anders gedaan.
Ja. Voor laatst, dus ene laatste, wordt er ook nog wat toegevoegd. As-salatu khayru min an-nawm. Het gebed is beter dan het slapen. Ja. Omdat het ochtend is. Ja, precies. En hoe dit tot stand komt, is niet door een openbaring of zo. Maar een van de metgezellen die komt bij de deur van de profeet, als ik me niet vergis. As-salatu khayru min an-nawm. Van opstaan. Die zegt dat. Het gebed is beter dan slapen. Ja. He, en daarom, de profeet, die vindt het... Die vond dat mooi. Ja, zeg maar, laat het gewoon toevoegen. Oké, dus dat is op die manier gaan. Dus hopelijk, Floris, is dit antwoord op jouw vraag. De volgende vraag, wanneer is vlees halal? Dat was ook een vraag. Ja, wanneer vlees halal is. Die krijg ik ook heel vaak vanuit werk en zo. Mm-hmm. Of vanuit vrienden, collega's, klasgenoten heel vaak. Van ja, maar je mag toch gewoon kip eten? Of het is toch gewoon rund? Ja, nee. Je mag toch eten? En dan moet ik dus uitleggen wat dan wel halal is. Maar ik wil het ook vanuit jou horen. Nee, wanneer is iets halal? Halal, ik denk eerst dat we naar de term halal moeten kijken, wat het eigenlijk inhoudt. Ik denk dat vele mensen, vooral in Nederland, ook moslims denken hoor, halal enkel te maken heeft met eten. Ja. Dat is niet het geval. Ik stelde mij ook wel, ik kan het ook wel begrijpen, want naar elke islamitische dunnertent die gaat, naar elke islamitische slager, die zegt halal. Het heeft met eten te maken. Ja. Halal betekent eigenlijk toegestaan. Oké. En je hebt, aan de andere kant heb je haram. En haram, dat is verboden. Verboden, ja. Dus bijvoorbeeld, Allah, je hebt ook een vers in de Koran waarin Allah zegt dat handel, hè, handel is gewoon halal, is gewoon toegestaan. Ja. Maar bijvoorbeeld dat rente is verboden. Ja. Dus het heeft niet altijd met eten te maken, halal of haram. Dat wou ik nog even bij toevoegen. Ja. Kijk, wanneer is een eten halal? Er zijn bepaalde eisen die je moet voldoen. De belangrijkste eis is misschien wel dat het wordt gedaan, dat het dier wordt geslacht in de naam van God, in de naam van Allah. Ja. He, dus wanneer bij het slachten hoort die persoon voor het slachten Bismillahi Allahu Akbar. Zeg, wat betekent in de naam van Allah? Allah is de grootste. Ja. En dan hoort hij de slacht, zeg maar. Ja. Maar wat ook interessant is, een moslim mag ook vlees dat is geslacht door een Joodse persoon. Ook door een christelijke persoon mag ook. Een christelijke persoon ook. Ja, tenzij hij weet dat het dier is geslacht in de naam van Jezus of in de naam van Uzair. Ja. Want in de Koran wordt vermeld, waqalat al-Yahud Uzair ibn Allah, waqalat al-Nasara Masih ibn Allah. Van de Joden zeggen dat Uzair de zoon van God is en de christenen zeggen dat... Dus het moet wel in de naam van God zijn. Dat wel. Dus als hij weet dat in de naam van iets anders is geslacht, dan is het niet halal. Okay. Ja, of, en je hebt ook, dit is ook natuurlijk ook belangrijk, haram, voor varkensvlees, et cetera, is gewoon haram, is gewoon verboden. Maar wanneer, of bier is ook haram, alcohol drinken. Wanneer een persoon voor levensgevaar is en hij moet wat eten of hij moet wat drinken, dan is het wel mubah om, is eigenlijk verplicht om die varkensvlees te eten. Want leven gaat voor... Leven gaat voor dood, leven gaat voor varkensvlees. Ja, maar dus als de enige manier is om in leven te blijven, dan mag je varkensvlees. Of je bent gestikt, hè? Je hebt, in je omgeving heb je geen water en je ziet precies een glaasje bier voor je. Je moet water drinken. Ja, dan mag je die wel even atten. Dan moet je eigenlijk wel. Dan mag je wel even snel atten. Niet dat je expres even... Maar dat, Nee, je kan niet schoemelen, zeg maar. Nee, precies. Maar... ik vond het wel mooi. Ik was laatst aan het voetballen met vrienden. En dus een Nederlandse vriend van mij, David. Die zei ook van, ja, maar ik vroeg het laatst ook aan een moslimvriend. Weet je wat, van mij, we hadden alleen varkensvlees of rund of weet ik het. Ik weet niet meer wat voor vlees. Maar ze waren op het werk. En toen hij moest dus ook eten, lunchen. En toen zei die moslimjongen, zeg maar, van, oh, ik moet ook eten. Hij zegt, ja, maar je mag dit, is varkensvlees, weet je. Hij zegt, ja, maar we hebben geen ander eten hier, dus ik mag wel. Maar ging hij bijna dood? Ja, weet je, dus we moeten wel even begrijpen wat wordt bedoeld met bijna doodgaan. Ja, dus je kan rustig naar de winkel gaan en iets halen. Maar dat is dus wel even wanneer haram is halal. Dus het moet echt leef of dood situatie zeker, zijn. Man, zeker, en dan mag je pas, je mag eten tot het moment dat je weer verder kan gaan. Dus je mag ook niet zeggen, hey, trouwens, het is wel best wel lekker, nee, ik ga doorchappen. Nee. Oké, dus het moet op een bepaalde manier geslacht zijn. Ja. Wat ook belangrijk is, bijvoorbeeld de dier dat wordt geslacht. Ik ben naar Pakistan geweest, in 2018 volgens mij, ja. En dan ook voor Qurban, voor offerfeest, wat er ook nu aankomt. Ja, vrijdag. Volgende week vrijdag. Ja, ja. Dus wat ik wel erg mooi vond, hè, mensen voordat ze de dier gaan slachten, gaan ze de dier versieren. Het is ook een beetje cultuur, maar gaan ze versieren, lekker eten geven, wat hij leuk vindt. Gaan ze heel goed oppassen op het dier. Want hij gaat geslacht worden. Gaat, dus voor het dier van de laatste dagen, dus op een leuke manier. Dat is belangrijk. Belangrijk is dat de mest niet ziet. Oké.
Ja, want dan krijgt hij stress van, voor die bank, dat is belangrijk. De mensen moeten echt scherp zijn, ook heel belangrijk. Okay. Maar die moet niet veel lijden. Precies, moet niet lijden. Dus daarom is het heel belangrijk dat het mes scherp is. Ook belangrijk is, je moet het dier niet voor een andere dier gaan slachten. Dus een andere dier moet niet voor zich zien dat er een dier wordt geslacht. Okay. Dus of sommigen doen die blinddoeken of doen een andere ruimte. Ja, ja. Dat zijn allemaal belangrijke dingen. Maar ja. Dus dat zijn eigenlijk echt de belangrijkste wat dingen. Wat erbij hoort. Ja. Maar zoals je zei, je kan niet zomaar naar de Aldi of naar de Albertijn gaan en daar kip gaan kopen. En zeggen, kip is... Ja, want ja, is kip halal. Is halal als het op een bepaalde manier wordt geslacht. Ja, precies. Net als rundvlees, zeg maar. Dus ja, je kan niet zeggen, dit is... geslacht. Ja. Oké. Okay. En ik heb hier ook een boek, man, die ik trouwens... Oké, okay. Voor de kijkers, als je naar de camera kunt laten zien. Een hele goede boek, Halal, gids over eten en drinken volgens de islam. Van rond de 250 bladzijden van Mohammed Arab. Mm-hmm. En daarin wordt beschreven... Ja, hier wordt alles beschreven, maar ook volgens de vier wetscholen van Hanafi, Shafi, Maliki en Hanbali. Ja. Wordt alles gewoon één voor één beschreven welke wetschool het wel mag, bij welke school precies. Het niet. Hoe het, wat halal en haram is qua eten. Echt een aanrader, ook gewoon Nederlandse taal, daarom ook dat ik deze boek aanraad. Ja, oké, mooi. Ja. En de volgende vraag, we hebben het net gedaan. Waarom bidden moslims 5 keer per dag? We hebben net het gebed verricht. Ja, we hebben net het gebed verricht. Ja, we bidden 5 keer per dag. En de profeet zegt toen in de overlevering van hoe zal het zijn of wat, wanneer iemand er een rivier is voor je huis, voor je deur, zeg maar. Ja. Dat je 5 keer in die dag, 5 keer per dag in die rivier gewoon jezelf schoonmaakt. En dan zou je echt schoon zijn. Ja, als je 5 keer per dag daar. Dus het gebed is ook eigenlijk zo. Dat wist jouw zonde. Blijf je gewoon schoon van. Het wist jouw zonde. Ja. Ja, ik zie het ook het gebed van 5 keer. Ik zie het ook eigenlijk als een... het levensfase van een mens, zie ik het eigenlijk. Ja. Ochtendgebed, fajr, voordat de zon opgaat, is eigenlijk de geboorte van de mens. Ja. Je wordt geboren. Heb je de middag gebed, dat is eigenlijk de... Misschien, en niet echt de puberteit, maar de kinderperiode van de mens. En dan heb je de namiddag de puberteit. En dan heb je het avondgebed, nadat de zon is ondergegaan. Mm-hmm. Ja, misschien wel als de volwassene of... ding. En dan heb je de laatste gebed, dat is het nachtgebed. Het nachtgebed is dan echt de ouderdom van de mens. Ja, dus je ziet het zomaar. Gewoon 5 keer per dag. Ja. Het gebed. Ja, maar kijk, waarom bidden we 5 keer per dag? Het beste antwoord hierop is omdat God het wil. God wil van jou dat je 5 keer per dag bidt. Klaar, that's it. Ja, dat is zeg maar het stukje acceptatie die je nodig hebt. Want islam is overgave, hadden we gezegd. Ja, de islam is overgave. Dus eigenlijk hoeven we deze vraag niet eens te stellen, zeg je. Maar om het voor de luisteraars en zo. Wat ik ook mooi vind, hè, je bent constant eigenlijk, de hele dag door ben je in contact met God. Ja. En God zegt bijvoorbeeld als je van ene gebed naar de andere gebed, als je beide gebeden verricht, dan zal de zonde die je ertussen hebt gepleegd, de kleine zonde dan. Ja, de kleine zondes die daarin die worden gewist, die worden vergeven. Het is ook echt dat je 5 keer per dag in contact bent met God eigenlijk. Ja, ja, bidden is eigenlijk een vorm van praten met God. Ja, precies. Niet direct praten, maar in contact. Ja, in contact. Klopt. Oké. Hebben we de laatste vraag. Dit vond ik best wel een bijzondere vraag. Deze vind ik zelf ook best wel moeilijk om te beantwoorden. Ik dacht van, hey, hoe ga ik dit beantwoorden? Deze komt van Sven Blokdek, als je kijkt. zo naar jou. Ja, hij had best wel een lange tekst op Facebook, zeg maar, bij mijn comments gezet. Hij had het over het woord inshallah, wat wij als moslims gebruiken. En inshallah betekent in Nederland als God het wil. Ja. Toch? Ja. En dat wordt ook wel in de christendom en jeugdom ook wel gebruikt. Maar hij zegt van, oké, als we zeggen van als God het wil, waar hebben we dan als mens de keuzevrijheid? Dus ik heb het zeg maar samengevat, de vraag. Ik hoop dat ik het goed heb samengevat, Sven. Als het leven verloopt zoals God dit wil, want dat betekent zeg maar die term inshallah, waar zit dan de keuzevrijheid van de mens? Alles is al voorbestemd, dus wat hebben wij dan nog te bepalen als mens zijnde? Dus ik vond dit een hele moeilijke, dus hoe moeten we dit zien? Hier komt ook weer het lot eigenlijk een beetje waar we het voor de pauze over hadden gehad. Het lot is ook wel een lastig onderwerp voor sommigen weer niet, maar als we kijken naar het woord inshallah, dan kijk, als we dan terug naar de Koran gaan, dan zien we eigenlijk, toen de profeet werd geopenbaard, kwamen er een paar van die mushrikoen. Die gingen dan naar de mensen, die gingen naar Medina, naar Yesrib destijds. En want je hebt daar Joden, zeg maar. Je hebt veel een Joodse gemeenschap. Die gingen daar naar hen toe om te vragen over de profeet Mohammed.
om te vragen wat moeten we hem stellen om te bevestigen dat hij eigenlijk een profeet is. Ja. En de Joden die zeiden, vraag hem over de volgende drie onderwerpen. Ten eerste over Ashab Kef, oftewel de mensen van de grot. Ja. Dat is ook een verhaal dat wordt beschreven in de Koran. Mm-hmm. Tweede, Zulkarneen. Zulkarneen of... het is een discussie of de profeet is of niet. Dus ook een persoon dat voorkomt in de Koran. Ja. Sommigen zeggen dat het Alexander de Grote is. Ja. En de derde, dat was over de ziel. Over de roh, over de geest van de mens. Ja. Dus zeggen, de Joden zegt tegen hun, vraag hem over deze drie vragen. Mm-hmm. Vragen. En als hij ze kan antwoorden, dan hadden we waarschijnlijk wel dan de profeet. Ja. Dus de Joden, die mushrikoen, die gaan dan naar de profeet en die komen naar hem toe en zeggen, wij hebben drie vragen aan jou. Dus over deze drie vragen stellen ze dan. De profeet zegt, ik ga jullie morgen beantwoorden. Zonder inshallah te zeggen. Okay. Zonder met de wil van Allah te zeggen. Wat gebeurt er dan de volgende dag? Dus waarom zegt de profeet dit? Want hij wacht op een overlevering van dat hij dan weet. Om het antwoord te kunnen geven, zeg maar. Ja. Maar hij krijgt geen antwoord, 15 dagen lang. Dan komt er een vers in de Koran van zegt, zeg niet iets dat je morgen gaat doen, dat je het zeker gaat doen, illa en yasha'Allah. Alleen als Allah het wil. Dus met het woord, inshallah. Ja. Dus als je zegt dat je morgen iets gaat doen, zeg inshallah. Ja. Met de wil van God. Want God is degene die de hemel en de aarde heeft gecreëerd en die weet ook wat vandaag gebeurt, die weet wat er morgen gaat gebeuren, die weet wat er gisteren is gebeurd. Ja. En die weet dat. En hij heeft ook alles onder controle. Mm-hmm. Dus inshallah is eigenlijk... ook een manier van overgave. Ik ga het doen, inshallah. Hè? Maar je vertrouwt je toe aan God. Je vraagt hulp van God eigenlijk. Ja. Want bijvoorbeeld wanneer de profeet Abraham a.s. Ibrahim a.s. Hij moest zijn kind, en Ismaël a.s. moest hij gaan slachten. Ja. Hij moest hem, dat is offeren. Het verhaal van Abraham, zeg maar. Ja, precies. Ja. En dan zegt hij vraagt aan zijn kind, aan Ismaël a.s. van wat denk jij hierover? Hij zegt, als Allah het heeft gedaan... Jij zult mij onder de gelovigen vinden, onder de geduldigen vinden, inshallah. Ja, precies. Dus ja. Hij vraagt God om hem geduld te geven eigenlijk. Dus eigenlijk is inshallah, omdat jij niet alles onder controle hebt. Je kan nu wel zeggen, ik ga morgen iets doen, maar je bent er niet zeker van dat het gaat gebeuren. In die context moeten we eigenlijk inshallah gaan zeggen. Alles wat we gaan doen, inshallah zeggen. Ja. Dan heb je het ook over de vrije wil eigenlijk. Ja, de keuzevrijheid. De keuzevrijheid is... kijk, Allah heeft alles gecreëerd. Hè? Kijk, ik heb hier misschien twee bekers. Hè? Ja. Laten we zeggen, in de linker beker bevindt zich alcohol. Mm-hmm. En de rechter beker bevindt zich water. Ja. Eentje is haram, de alcohol is haram. Andere is halal. Ja. Hè? Kijk, God geeft jou die keuzevrijheid. Die wordt juz-i-irada genoemd. Ja. Maar het is wel een beperkte keuze die je krijgt. Ja. Je krijgt het ding om de keuze te maken. Je kan kiezen om voor de haram te gaan kiezen, voor de alcohol. Mm-hmm. Of je kan kiezen om de halal te kiezen. Ja. Door de keuze die jij krijgt, ben jij ook verantwoordelijk. Ja. Kijk, zonder de kracht van Allah, zonder de kracht die Allah mij geeft, kan ik er niet voor kiezen. Kan ik het niet doen, doen. Ja. Maar die keuze die heb jij wel gekregen. En voor die keuze die jij krijgt, ben jij verantwoordelijk. Oké, dus er is wel een keuzevrijheid vanuit... Ja, die keuzevrijheid heb je zeker. Ja. En dat bepaalt dan ook de pad die dat je bewandelt. De keuzes die je maakt, die zorgen ervoor wat voor soort persoon je wordt. Ja, kijk, sommige dingen kan jij zelf niet bepalen. Zoals waar je wordt geboren, wie je ouders zijn. Ja, etniciteit. Precies. Je naam bijvoorbeeld, snap je? Zulke dingen die zijn gewoon vastgesteld. Of je man of vrouw bent geworden, biologisch. Ja, precies. Zeg maar, zulke dingen kan jij niet Je hebt geen invloed over. Nee, precies. Ja. Maar er zijn ook dingen waar je wel invloed over hebt. Ja. De keuze die je maakt. Dus de keuzevrijheid ligt hem dus in die kleinere dingen die je... Wat ik ook een heel mooi voorbeeld vond, is dat er een man pakt zijn kind op zijn schouder, zijn kind. Hè, die kind, bijvoorbeeld je hebt twee bossen. Eén bos is gevaarlijke bos, ander bos leuke of een normale bos, goede bos. Die kind die zegt, papa ik wil daarheen of papa ik wil daarheen. Dus die vrijheid heeft die kind. Ja. Hè, en wat doet papa dan? Hij neemt hem mee. Ja. Niet dat hij hem gaat meenemen aan een gevaarlijk bos, maar ik bedoel, dus het kind heeft die keuze om te maken. Ja. En die vader die doet eigenlijk wat zijn kind wil. Mm-hmm. Snap je? Dit is eigenlijk zo. Die keuze die hebben wij gewoon. En de kracht, Allah geeft jou die kracht. Die brengt jou daarheen, zeg maar. Ja. En niet letterlijk, maar... Ja, want je krijgt die kracht die jij hebt. Dat is ook de kracht van Allah. Ja. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Jullie zullen niet iets kunnen willen zonder dat Allah het wil. Maar kijk, je hebt ook in de Koran een vers van... wij hebben de dood en het leven en de dood gecreëerd... om te kijken wie van jullie betere daden, de beste daden zal gaan verrichten. Ja. Ja? Dus we zijn gecreëerd om goede daden te verrichten. Ja. Want Allah gaat kijken van
wie van ons beter daden zal gaan verrichten. Dus die keuzevrijheid, heb jij. Ja, ik kan nu voor kiezen om mee te doen met het gebed met jou. Ja. Of ik kan zeggen, jij gaat buiten scharretje doen. Ja, precies. Bijvoorbeeld, die keuzevrijheid daar ben je ook verantwoordelijk voor. En daar word ik zeg maar voor ondervraagd in het hiernamaals van waarom heb je die keuze gemaakt. Nee, klopt. Maar wat zijn denk ik ook wel een beetje bedoeld is, ja, maar Allah weet toch alles? Oh, ja, dus ook goeie. Hoe zit dat dan? Dus, Als jij zegt, Allah weet alles, hè, dan... Als je zegt, Allah heeft het zo geschreven voor mij, ik kan er niks aan doen. Als je dit zegt, dan kan jij ook later bij de grote ondervraging zeggen, oh Allah, kijk, jij hebt dit geschreven, maar omdat jij het hebt geschreven, heb ik het gedaan. Dit klopt niet, dit kan niet. Kijk, we moeten het zo zien. Dus hij lag in alcohol, ja, Allah, jij hebt ervoor gezorgd. Ja, jij hebt het zo geschreven, daarom heb ik het gedaan. Dat is het niet. Oké. Het is, ik heb het zo gedaan, of nee... Kijk, het is zo, het lot is eigenlijk iets dat de mens en God samen schrijven. Mm-hmm. Als samen schrijven. Omdat God weet dat jij voor de water gaat kiezen, wordt het zo geschreven. Ja. Niet omdat God het heeft geschreven dat jij dat hebt gekozen. Ja, ja. Omdat God weet dat jij voor de water of voor de alcohol gaat kiezen. Daarom heeft hij dat geschreven. Ja. Daarom is het zo. Door jouw keuze die jij gaat maken. Dus jij bent, als we het vertalen naar een boek, ben jij mede-auteur. Ja, precies. Van het boek. Ja. Daarom ben je ook verantwoordelijk. En die kleine keuze die je hebt, ben je de mede-auteur van. Ja. Daarom ben je ook de mede-auteur van het boek eigenlijk. Ja, ja. En ook, dat kan je ook vergelijken met een leraar. Die heeft een kind die helemaal niet opleidt. Die heel slecht. Leerling. Wat doet zij? 1. Voordat hij zelf die toets maakt. Hij maakt die toets, oké, 1. Ja, snap je? Ja. Maar of het hele ding leerling, een heel slimme leerling. Zij weet dat hij een 10 gaat halen. Of hij weet dat hij een 10 gaat halen. Nou, hij schrijft een 10. Ja. Ja, want die kind maakt toets een 10. Tak. Omdat de leraar dan weet hoe de kind in elkaar zit. Of de moeder weet hoe de kind in elkaar zit. En dan met, kent het dit dan. Is een beperkte kennis. Hè? Terwijl God een onbeperkte kennis heeft. Ja, dat is inderdaad een stukje... ik heb ook wel tijden gehad dat ik daarover ging filosoferen. En zo van, wat is dan mijn vrijheid? Wat weet God wel? Weet je, in de islam hebben we bepaalde termen. Wujud, qudam, beka. Weet je, die dingen, zeg maar, die termen van, ja, maar... Mijn brein kan daar niet bij of zo. En ik weet je, bijvoorbeeld dat God weet gewoon wat er morgen gaat gebeuren. Of wat er over 10 jaar gaat gebeuren. Weet wanneer ik doodga. En dan denk ik van, ja, maar hoe kan je dat weten? Dus ik heb wel ergens van, ja, ons brein is wel ergens beperkt om alles te kunnen begrijpen, denk ik. Ja, maar als we ook kijken naar de wetenschap. 2%, 3%, hoeveel procent van de brein kan de mens gebruiken? Volgens mij wordt er gezegd 10%. Oké, 10%. Ja, laten we dat zeggen. Zelfs van je brein gebruiken met 10%. Ja. Snap je? Dus we hebben een beperkte... brein is gewoon beperkt. Ja. Ja? We moeten ook niet met ons brein gaan denken over oneindigheid. Want wij leven in een dimensie waarin er wel tijd is. Ja, dus er is tijd, precies. Ja, is tijd in onze dimensie. Terwijl in het hiernamaals wordt er gezegd... je zult voor altijd in de hemel belanden, bijvoorbeeld. Ja, precies. Je komt voor altijd in de hemel. Dan denk je van, ja, maar waar is het einde dan? Ja. Ja, maar kijk, wij vinden het ook al moeilijk om te denken over dat er een andere planeet tijd heel anders in elkaar zit. Ja. Daar vinden we het wel heel moeilijk om over na te denken. Ja, dat is al heel lastig. Ja. Of zwarte gaten. Mensen, zwarte gaten, hoe kan dat? Ja, wordt nog steeds niet begrepen eigenlijk. Snap je? Ja. En dan God. Dat is een hele andere... Dat is nog next level. Het hoort niet eens bij de levels. Gewoon een heel andere iets. Ja, precies. Snap je? Ja. We zijn eigenlijk een beetje door de vragen en de onderwerpen heen. Heb jij nog dingen die... die jij nog wil toevoegen? Eigenlijk nog een... Ik wil jou ook nog een... Semimang, ik zie een boek tevoorschijn komen. Ja, dit is de Turkse versie. Hazreti Muhammed ve Evren Sen Mesaj. Is van mijn leraar in Turkije, in Ankara. Mm-hmm. Die is komen te overlijden. Mogen Allah hem genadig zijn. Mogen Allah met Jannatul Firdaus schenken, inshallah. Want hij was echt een... hij hield heel veel van de profeet. Ja. Hij was een... Ibrahim Saracham. Het is gewoon de leven van de profeet, maar gewoon echt dingen zeggen. Een biografie, biografie van de profeet, maar zonder overdrijvingen, zonder dingen. Want je hebt sommige overleveringen die profeet proberen te laten zien dan dat het is. Ja. En ze proberen de profeet tot hoger ding te stellen en zo. Je hebt zulke, wat overdrijven. Ja, overdrijven, precies. En deze boek heeft dat niet, man. Dit is gewoon feitelijk. Gewoon, feitelijk. En dit is een Turks boek?
Dit is een Turks boek. Je hebt hem ook in het Nederlands van Hollander Diana, als het goed is. Ja. De profeet Mohammed en zijn universele boodschap, heet, okay. Als het goed is. Die ga ik jou ik ga de link ga ik ook eronder zetten bij YouTube in ieder geval. En op Instagram, dat mensen, mochten ze het boek goed willen lezen, dat ze dit kunnen lezen. Want dit is wel een boek, want er zijn heel veel boeken over het geloof. Maar dit is wel, of over het leven van de profeet. Dit is wel een boek wat je denkt van... Zeker, met foto's, met echt... Ja. Top, man. Ik ga jou de Nederlands geven, inshallah. Mooi, man. Dit is top, man. Ja, ik heb hier al een boek van Shadi, die ligt er nog. En deze, de Nederlands versie, man, deze gaat erbij. We zijn naar een eind toegekomen. Ik wil jou toch nog even bedanken. Ik heb nog even iets kleins. Ik had het van tevoren al benoemd. Zie het op de camera. Wacht, ik ga heel snel naar de camera lopen. Oké, dat was awkward. Het is voor de mensen die via Spotify luisteren. Ga even naar mijn Instagram, dan kan je ook zien wat het is. Het is een sleutelhanger met het logo van Aslan Talks erop. Mede mogelijk gemaakt door Bedrukt World. Nogmaals, Bedrukt World wil je een eigen sleutelhanger. Hij kan alles erop bedrukken. Deze wil ik jou geven als aandenken. Bedankt voor je tijd, bro. Dat is gewoon iets, weet je, dat heb je gewoon, kan je bijhouden en een sleutelbos. Dan kan je zeggen van, hey, ja man, ik had hier aan meegedaan. Mooie tijden over 20 jaar. Niet kwijtraken. Shadi en Jessen, de vorige podcast, jullie krijgen er ook nog één. Ik heb ze gisteren binnengekregen, dus jullie krijgen hem ook nog. En ik wil eigenlijk aan elk gast zoiets meegeven als aandenken. Burak Hocam, ik wil je bedanken voor je tijd. Ik wil bedanken voor deze gelegenheid. Ja, man. Goed voor mij. Mensen, hebben jullie nog andere onderwerpen die jullie willen benoemen of die jullie willen dat we het over gaan hebben? Laat het weten. Stuur mij een berichtje via Instagram of Facebook, Ebo Aslan, of op Instagram, @leeuwenkoning_. Heb je nog vragen over deze podcast of zijn er dingen die onduidelijk zijn geweest of extra vragen? Dan kun je mij benaderen. En via mij kan je denk ik ook gewoon Burak benaderen om extra vragen te kunnen stellen. Dat we even over de diepte gaan. Nee, zeker. Laten we meer praten. Let's make the world a better place. Burak, nogmaals bedankt. Ja, ook bedankt, Ebo. Ik ga hem afsluiten, denk ik, man. Is goed. Tjallas. Sorry.